Goedemiddag, van harte welkom bij het webinar Sanitatie in het buitengebied, nu en in de toekomst van STOA. Hartstikke fijn dat u erbij bent en hartstikke fijn dat u kijkt en ook fijn dat u straks meedoet. In het Nederlandse buitengebied, het is u vast niet onbekend, daar is op steeds meer locaties de bestaande infrastructuur technisch of economisch afgeschreven. En er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen in de recreatiesector bijvoorbeeld, maar ook met betrekking tot de huisvesting van seizoensarbeiders. En als er al druk riool is, dan is de capaciteit vaak onvoldoende. En in veel gebieden in het buitengebied is helemaal geen riool aanwezig. Beleid wordt geformuleerd, maar er is nu al veel behoefte aan kennis en aan data. Er moet nu al wel wat gebeuren en daar gaan we het over hebben vandaag. Wat kunnen we in de tussentijd doen en welke sanitatietechnieken kunnen we inzetten? In dit eerste deel van een drieluik, want er komen nog twee webinars, gaan we eerst verkennen wat nou precies het probleem is, waar zit het hem nou in en welke technologische oplossingen zijn er nou op korte termijn denkbaar. We gaan eerst kijken naar het probleem en dat doen we met de gasten hier aan tafel. Ik stel ze alvast even kort aan u voor. Robin Bos, hij is beleidsadviseur waterketen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Welkom Robin. Henny Bron, zij is beleidsmedewerker waterketen en afwatertechnologie Brabantse Delta. Welkom. Dankjewel. En Bert Palsma, onderzoekscoördinator bij STOA en ook programmacoördinator. Ook welkom Bert. En Bjarte Zwart van STOA, die gaat ons bijpraten over de Sani-wijzer. Daarna gaan we kijken naar technologische ontwikkelingen. En dat gaan we doen met een aantal pitches van leveranciers. Zij gaan ons meer vertellen over de mogelijkheden, technische mogelijkheden die nu ook al beschikbaar zijn. En tenslotte zullen we met deskundigen kijken naar de stand van zaken. En dat doen we met Rien de Ridder van Waterschap Zuiderzeeland, Paul Telkamp van Adviesbureau Touw en Aad Omens van Waterschap de Dommel. En zij zullen ook een reflectie geven op wat wij hier vandaag vanmiddag allemaal met elkaar gaan bespreken. Ik zei het al, fijn dat u ook meedoet, want u kunt ook meedenken. Via de chat kunt u zelf uw vragen stellen als u die heeft. En die zullen we dan hier aan tafel in het programma gaan behandelen. Daarnaast hebben we ook een aantal peilingen. We willen heel graag weten hoe u over een aantal dingen denkt. En dat gaan we misschien meteen maar even doen. Laten we meteen even gaan kijken naar een eerste peiling. Want ik ben wel heel erg benieuwd waar u zoal werkt. Laten we de eerste peiling voorzetten. En dan kunt u rechts op uw scherm kunt u stemmen voor datgene. Dus waar werkt u? Werkt u bij een waterschap? Werkt u bij de gemeente? Werkt u bij een andere overheid? Een adviesbureau? Een kennisinstelling? Of werkt u bij, ja, we noemen dat maar overig, kortom alles wat er daarboven dan niet bij staat. Als het goed is, dan kunt u de poll binnen nu en een paar seconden zien. En dan kunt u aangeven waar u werkt. We zijn wel erg benieuwd hoe het gezelschap vanmiddag precies in elkaar zit. U kunt ons zien, wij kunnen u natuurlijk niet zien, dus vandaar dat we dat heel graag zouden willen weten. Als het goed is, gaan we daar zo meteen iets van zien. En ondertussen kunnen we dat natuurlijk ook even hier aan tafel gaan bespreken. Als wij hier iets zien, wij zien nu dat de meeste mensen die nu vandaag kijken en aangesloten zijn bij waterschappen werken en bij de gemeente. Andere overheden, dat kan de nationale overheid zijn of provincies, dat zijn er 2,22 procentpunten. Adviesbureaus, kennisinstellingen en overig. Dan ben ik natuurlijk erg benieuwd wat overig is. Als u nou overig hebt ingetoetst, zou u dan in de chat willen zetten waar u dan wel werkt? Ik ben heel erg benieuwd waar u dan zit en wat overig voor u dan in ieder geval inhoudt. Hier aan tafel. Is het verrassend? De meeste mensen van waterschappen zijn? Bert? Nee. Nee? Nee, want STOA is van voor en met de waterschappen. Dus het is goed voor ons als we iets organiseren dat er dan ook waterschappers geïnteresseerd zijn. En er zitten twee waterschappers hier aan tafel. Ja. Dus alleen maar goed. Ik ben vooral blij met de gemeenten. Want het onderwerp van vandaag is juist op het snijvlak waterschap en gemeente. En het is fijn dat waterschappen en gemeente, nou, niet helemaal 50-50, maar allebei goed vertegenwoordigd zijn. Ja, komen we straks ook nog op terug op dat snijvlak waterschappen en gemeente. En dat, laat dat even gezegd zijn.
zonder dat we al te veel ingaan op het beleid, wat natuurlijk wel nodig is, maar wat er nog niet is. En ja, het is niet helemaal onze plek hier om hier op dit moment al te gaan filosoferen over het beleid dat nodig is. En daar komen we bovendien dit najaar in een volgend webinar ook nog op terug. Even wat meer de diepte in. Laten we naar de tweede peiling gaan. Want we weten nu waar u werkt, maar wat doet u daar? En dan bedoel ik eigenlijk, wat is uw functie? Want of u nou veel doet of weinig, dat is niet helemaal aan ons. Wat doet u? Wat is uw functie? Zit u in het management? Houdt u zich bezig met beleid, met techniek, vergunningverlening, handhaving of kennisontwikkeling? Wat denken wij hier aan tafel? Wat zal het hoogste scoren? Wat denk jij, Henny? Ik weet het niet. Ik hoop dat vergunningverlening en toezicht aanwezig is. Maar ik vrees dat dat niet zo is. Ik zie jou knikken, Robin. Ja, ik denk dat het beleid zal zijn en vergunningverlening en handhaving. Ik weet dat de collega's van mij ook van vergunningverlening aangeschoven zijn. Dus ja. Dat verwacht ik wel dat die ook wel aanwezig zijn. Ja. Ja, precies. En anders kunnen we dat nu checken. Ja, hè? Precies. Bert? Ik zou er zoveel mogelijk smaken in willen zien. Omdat juist die diversiteit belangrijk is om hier een stapje verder mee te komen. Ja, ja. Nou, we gaan het nu zien. Beleid en techniek vertegenwoordigt vergunningverlening 5,77%. Nou, dat zullen jouw collega's misschien zijn, Robin. Ja. Handhaving wat minder. Maar ook over handhaving gaan we het natuurlijk zo meteen nog hebben. Dus in ieder geval heel fijn dat jullie daar allemaal bij zijn. De problematiek, want daar hebben we het over. We gaan eerst inzoomen op twee situaties. En we gaan de problematiek mede aan de hand van die twee situaties verkennen. We gaan kijken welke technologische oplossingen zijn er op korte termijn beschikbaar. Waar zouden we nu al mee kunnen werken om de problematiek op te lossen? En in welke mate voldoen die aan de relevante ontwikkelingen van vandaag de dag? Robin, om met jou te beginnen. Het Hoogheemraadschap. Jullie hebben daar een specifieke problematiek. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben in ons gebied een toename van het aantal seizoensarbeiders, tijdelijke werknemers. Niet alleen in ons gebied, het is landelijk natuurlijk, maar wij merken het wel ook vooral in de kop van Noord-Holland heel veel. Dus er zijn heel veel werknemers die werkzaam zijn in de agrarische sector. Maar er spelen ook een aantal grote projecten, windmolenparken die aangelegd worden. De versterking van de afsluitdijk, datacenters die aangelegd worden. Er zijn heel veel tijdelijke werknemers die ook daar werken en ook gehuisvest moeten worden. En dat is wel een probleem. Er is ook aandacht voor geweest landelijk dat die seizoensarbeiders ook goed gehuisvest moeten worden. Dus het is goed dat daar ook een ontwikkeling plaatsvindt. Maar we zien ook wel tegelijkertijd dat er qua afwater een probleem ontstaat. Hoe komt dat dan? Want wat is het probleem precies? Nou ja, je ziet eigenlijk dat arbeiders die worden gehuisvest soms op grote locaties. Nou, daar neemt de provincie wat meer de regie in. En dat is vaak wat meer tegen de dorpskern aan of stedelijke kern aan. En daar ligt vaak wel een riolering waar ze op aan kunnen sluiten. Maar in het buitengebied, daar zie je vaak dat agrariërs op hun terrein woonunits plaatsen. Enkele tientallen bedden die ze dan kunnen realiseren. En dat afvalwater wat daar vrijkomt, daar moet je natuurlijk toch wel ergens mee heen. En je ziet dat in de hele vergunningverleningsprocedure, dat daar eigenlijk weinig aandacht voor is. En dat we eigenlijk achteraf een melding krijgen dat daar een lozing plaatsvindt. En eigenlijk zou je daar van tevoren ook wat beter naar willen kijken, denk ik. Jullie lopen nu al door achter de feiten aan, begrijp ik uit je woorden. Ja, wat je vaak ziet is in het buitengebied heb je vaak geen riolering liggen. Of er ligt misschien wel druk riolering in de buurt. Maar dan is het vaak ook niet mogelijk om deze hoeveelheden afvalwater daarop aan te sluiten. Dus daar zou de gemeente ook flink moeten investeren. En vaak ligt de drukregeling zo ver weg dat het ook geen optie is. Dus dan krijg je ook vaak de situatie dat het afvalwater ter plekke gezuiverd zou moeten worden en dat er geloosd wordt. En wij merken achteraf gezien, als je dan vanuit handhaving daarnaar kijkt, dat er vaak voorzieningen worden neergelegd die ook niet echt
in staat zijn om het water goed te zuiveren. Dus we hebben ook een handhavingsactie gehad. Dat we... ja, wel, nou, voordat we daar... want ik wil nog even terug naar dat dus niet mogelijk is... dat die zuivering niet goed plaatsvindt. Ik neem toch aan dat de gemiddelde agrariër een IBA-systeem heeft... of iets dergelijks. Is dat niet voldoende? Ja, wat je vaak ziet is dat ze wel een bijvoorbeeld een 6 kuub septic tank hebben voor hun woonhuis. En als ze dan woonunits bijplaatsen... dus die bedden reduceren voor die seizoensarbeiders... Ja, dat kunnen er tientallen zijn. Wij zien in de praktijk dat je dan heel vaak oplossingen ziet dat er 1 of 2 septic tanks bijgezet worden. Terwijl je eigenlijk zou verwachten van dat je wat meer aandacht zou moeten besteden van nou, hoeveel afvalwater komt er nou vandaan. Wat is volgens het activiteitenbesluit zou het effluent aan bepaalde kwaliteitsnormen moeten voldoen. Dus daar zou je verwachten dat daar wat beter naar wordt gekeken. Dat er goede installaties worden geadviseerd en ook neergezet. En wij zien eigenlijk vooral wat eenvoudigere oplossingen. Waarvan we ook zien dat het, waarvan we eigenlijk met die bemonstering ook merken dat het niet voldoet aan de normen die in het activiteitenbesluit staan. Ja. Dus dat is in die zin een zorgpunt, want je ziet dus, het is niet een enkele lozing. Je ziet dat het eigenlijk als paddenstoelen overal oppopt in ons gebied. Het zijn heel veel agrariërs die daar natuurlijk ook kansen zien om daar ook geld aan te verdienen. Bij die uitzendbureaus. En ja, je ziet dus overal die lozing ontstaan. En dat is eigenlijk vanuit het waterkwaliteitsoogpunt wel een zorgpunt. Want ja, het moet dus voldoen aan die lozingsnormen, maar het levert natuurlijk ook al die lozingen bij elkaar een steeds grotere belasting van het watersysteem op. Ja, nou even naar die handhaving, want ik proef bij jou een soort spanningsveld zeg maar, tussen de gemeente en het waterschap. Ja, spanningsveld, we zitten natuurlijk aan tafel en we hebben natuurlijk allebei onze eigen posities. En ik merk ook wel dat, ik denk dat het ook goed is dat de gemeente ook aangeeft, van, soms is het bij het waterschap dat er heel snel gezegd wordt van nou, je moet aansluiten op het riool. Maar het is ook wel goed dat soms een aantal gemeentes ook aangeven van ja, zo makkelijk is dat niet. Want die drukrioolsystemen, die zijn ook niet zo robuust. Hè? Die zijn ook behoorlijk kwetsbaar. Bovendien, het is best een dure oplossing. Zeker. Ja, en sommige gemeentes die krijgen alleen maar één aansluiting, één heffing. Eigenlijk een standaard rioolheffing. Ja. Al worden er 50 bedden gerealiseerd. Ja. Dus ze verdienen er ook niet veel op. En ja, ik kan me ook voorstellen dat ook gezien het tijdelijke karakter van die huisvestingslocaties, dat dat voor de gemeente ook wel... ja, lastig is om dan meteen flinke investering te doen in versterking van de drukriolering. Mm-hmm. Of uitbreiding van de drukriolering. Ja. Want je weet ook niet als het na 10 jaar weer weg is. Ja, dan zit je met een overgedimensioneerde drukriolering. En dat is ook niet wat je wil hebben. Een oplossing die op zo'n agrarisch bedrijf zelf gerealiseerd zou kunnen worden. Die houdbaar is totdat er daadwerkelijk beleid geformuleerd is. Maar die ook een beetje het beleid kan vormgeven. Ja. Ja, kijk, wat we ook zouden kunnen doen is bufferen en aftrukken. Mm-hmm. Dat we met een tankwagen afvoeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dan heb je geen lokale emissies. Maar dat kunnen we ook niet opleggen natuurlijk. Nee. Hè? Dus, ze mogen lozen volgens het activiteitenbesluit. Dus het is denk ik nu vooral zaak om aan de voorkant goed te adviseren over wat er voor nodig is om een goede zuivering neer te zetten. Ja. En dat ze ook zich bewust zijn van het feit dat ze moeten voldoen aan die lozingsnormen. Ja. Dat eerste wat je net noemde, daar gaan we het vanmiddag over hebben. Dus daar gaan we vast wat mooie inspiraties voor opdoen. Ja. Henny, Brabantse Delta, daar ben jij beleidsontwikkelaar. Bij jullie ziet de problematiek er weer een beetje anders uit, hè? Ja, deels, maar deels ook niet. Want dit voorbeeld ken ik. Wij hebben ook recent in ons gebied een voorbeeld gehad van een aardbeienteler. Heel vergelijkbaar. En daar is in onderling overleg met gemeente en waterschap gekomen tot een decentrale zuiveringsoplossing. Maar het is ook breder, want wij hebben ook zorgboerderijen in ons gebied. En we hebben bijvoorbeeld een oud fort van de Brabantse waterlinie waar een decentrale zuivering is aangelegd. We hebben... boerencampings, verschillende. En ook speelboerderijen, speeltuinen met een binnen- en een buitenspeeltuin en een kinderboerderijdeel erbij. En daar komen ook veel mensen over de vloer. En die produceren stuk voor stuk meer afvalwater dan er vaak in de drukriolering bij past. Dus dan moet er gezocht worden naar andere oplossingen. En dat zijn vaak decentrale systemen. En ik zie dan ook gebeuren dat... om aan het probleem van lozen op oppervlaktewater te ontkomen, dan wordt gekozen voor een nageschakeld wilgenfilter, waardoor er geen lozing meer is, omdat de wilgen veel verdampen.
Of een bodemlozing en daar is geen vergunning voor nodig. Kent iedereen, denk je, dat wilgenfilter? Of moeten we dat even kort uitleggen? Ja, het effluent wordt dan, of het gezuiverde water wordt dan niet geloosd in de sloot of in een beekje, maar in een soort laaggelegen moerasje waar wilgen in groeien. Ja, een wilgenplasje. En die wilgen die verdampen heel veel water. Dus dan is er bijna geen lozing meer over. Nee. En wat er dan nog over is, dat zakt weg in de zanderige bodem. Want wij hebben een flink aandeel gebied wat boven NAP ligt en wat uit zanderige bodem bestaat. Ja. Maar zo'n systeem zuivert natuurlijk niet. Nee, maar het wordt dan een getrapt systeem van een septic tank als eerste stap. Dan een helofiete systeem of vergelijkbaar, dat doet de nazuivering. En die wilgen die zorgen dan voor nog een klein beetje nazuivering wellicht. Maar vooral die verdamping en het zorgen dat het tijd is om te infiltreren in de bodem. Ja. Wat is bij jullie nou de gewenste oplossing? Er is geen standaard gewenste oplossing. Het is telkens kijken met alle betrokken partijen wat er mogelijk is, wat haalbaar en betaalbaar is. En wat het ontvangend oppervlaktewatersysteem kan hebben qua extra lozing. Ja, het is wel, als ik zo dat hoor, recreatie, horeca. Dat zijn natuurlijk wel sectoren waarbij er soms heel veel afvalwater geloosd moet worden of kwijtgemaakt moet worden. En soms helemaal niet. Buiten het toeristenseizoen bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Maar het aardige van biologische nazuiveringssystemen is dan weer dat ze het in de zomer, wanneer er veel toeristen vaak zijn, beter doen dan in de winter. Kijk, dat is twee vliegen in één klap. Ja. Ja. Oké, we komen hier natuurlijk later nog weer op terug. We gaan even kijken naar de Saniwijzer. Welke oplossingen en keuzes zijn er nou zoal mogelijk? En Bjarte Zwart van STOA laat u kennis maken met die Saniwijzer. Bjarte, aan jou het woord. Ja, dankjewel Femke. De vraag is natuurlijk, wat voor oplossingen zijn er? En voor een eerste antwoord neem ik jullie heel graag even mee naar de Saniwijzer. Deze site kan behulpzaam zijn bij een eerste verkenning. Belangrijk is natuurlijk wel dat je een beetje weet wat je wilt. Wil je zo voordelig mogelijk en met een minimale inrichting, dan kom je op hele andere systemen uit dan wanneer je een duurzaam systeem wilt om grondstoffen terug te winnen of juist iets innovatiefs om het imago van je bedrijf te accentueren. Ook belangrijk is of je infrastructuur nog kunt aanpassen of dat die er al ligt. Ik neem jullie mee voor een korte introductie. De Saniwijzer die jullie nu zien bevat voor de leek basisinformatie en een snel keuzeinstrument. Voor de professional naast technische ook heel veel praktische informatie. Vandaag ligt de focus vooral op de oplossingen. Het gaat dan niet alleen om de zuivering, want eigenlijk moet je naar de hele keten kijken. Daarom hebben we de technieken ook onderverdeeld in inzameling, transport en verwerking. Klik je op technieken, op inzameling en vervolgens op toiletten, dan zie je dat daar ook wat te kiezen is. We kennen inmiddels de vacuümtoiletten, maar in sommige gevallen zou ook een verbrandingstoilet best wel eens een oplossing kunnen zijn. Ook op gebied van transport zijn er verschillende opties. Vrij verval, vacuüm, druk of per as. Maar uiteindelijk moet het materiaal wel verwerkt worden. Op de Saniwijzer vind je in totaal 55 technieken beschreven. Eerst met een korte uitleg, vervolgens met linkjes naar meer verdieping. Klik je op verwerking, dan zie je al een aardig lijstje. Bovenaan de eenvoudige zink- en filtersystemen, die voor deze situaties alleen als voorbehandelingdienst kunnen doen. Dan de bekende aerobe systemen. En de meer geavanceerde anaerobe, membraan- en coagulatietechnieken. En uiteraard ook de meer natuurlijke systemen als wilgenfilters en helofietenfilters. Als voorbeeld, u heeft vast wel eens gehoord van een MBR-systeem. Deze valt onder de membraantechnologie. U klikt daarop MBR en krijgt eenvoudige informatie over dit systeem. Hoe het werkt, de effectiviteit, de benodigde beheer en onderhoud en wat de voor- en nadelen zijn. Natuurlijk is het lastig om een keuze te maken.
En voor een aantal standaard situaties hebben we daarom een aantal voorbeelden uitgewerkt. Die vindt u in de keuzehulp. In 4 vragen helpen we u verder. Uw ligging, in dit geval het buitengebied. Uw situatie, we kiezen voor een camping. Uw doelstelling, we kiezen voor grondstoffenhergebruik. En wat uw voorkeuren zijn. Klik op zelf benutten. Deze keuzes brengen u bij de optie om urine apart in te zamelen en te benutten in bijvoorbeeld een boomgaard. Aan de linkerkant treft u andere oplossingen. En aan de andere kant kunt u meer informatie krijgen over deze oplossingen. Bijvoorbeeld waarom het duurzaam is. Tot zover heel snel een overzicht van wat de Saniwijzer kan bieden. Ik zie jullie graag terug op saniwijzer.nl. Ik dank jullie voor jullie aandacht. En jij bedankt, Bjart weer. Die Saniwijzer is natuurlijk een enorme hulp, kan ik mij zo voorstellen, met het zoeken en het vinden van oplossingen, technologische oplossingen, die op korte termijn ook inzetbaar zijn. Maar wat is nou de bredere problematiek in Nederland? Bert Paalsma van STOA, programmacoördinator en onderzoekscoördinator. Hoe moeten we dit, we hebben een paar voorbeelden gezien natuurlijk, uit Noord-Holland, uit Brabant. Hoe zien we dit Nederland breed? Ja, dit zijn echt niet de enige gevallen. We hebben al 2-3 jaar geleden samen met Stichting Rionet, die overigens ook meegewerkt heeft in co-productie met de Saniwijzer, hebben we afvalwater in het buitengebied bij de kop gepakt. Toen was het nog iets minder hot dan dat het nu is. Je ziet nu eigenlijk achter elkaar bij een aantal waterschappen, zowel beleidsmatig, technisch als evaluerend, monitorend. Ja, wat zijn onze keuzes? Wat moeten we? Wat is onze rol? Want het is zelden of nooit alleen maar een waterschapsdiscussie. Het is altijd een discussie samen met de gemeente, met de eigenaar van het terrein, eventueel drinkwater, provincie enzovoort. Dus STOA werkt vraaggestuurd, dus dit is een vraag die oppopte en steeds duidelijker en helderder werd gesteld. En ja, dan springen we erin en proberen we hier in de gezamenlijkheid handen en voeten aan te geven. Ja, dat doen we natuurlijk hier nu met z'n allen. Wat je net schetst, dat er in die samenwerking tussen bijvoorbeeld waterschappen en gemeentes, dat soms lastig is omdat de rollen zo verschillend zijn. Dus die keten die wordt ook telkens weer ergens onderbroken, zeg ik dat goed? Ja, het is niet eens een keten in de zin van een waterketen. Zelfs binnen waterschappen zijn er verschillende rollen. Van vergunning, verlening, waterkwaliteit, zuivering. Die ook niet altijd dezelfde richting uitkijken. En iemand die op vergunningverlening of emissiebeheer zit, heeft een andere rol in de discussies dan iemand die op waterketen zit. En van jongens, aansluit op de riolering, kom maar hier met het afvalwater. En dan zal de gemeente weer piepen. Ja, dat is leuk, maar die kosten voor de riolering, die is voor ons. En dat is voor 1,5 man en een paardenkop. Of voor meer mensen, maar 2 maanden per jaar. En is dat wel een rendabele oplossing? Nou, dat daar is geen, wat ook Robin en Henny aangegeven hebben, daar is geen one size fits all voor. Dat hangt af van de locatie, van de kwetsbaarheid van het water, de hoeveel mensen, hoe vaak per jaar, ouderdom van de infrastructuur, enzovoort, enzovoort. En daar proberen we vandaag met techniek, technologie, oplossingen voor aan te dragen. Wat voor pijlen kun je op je boog hebben en moeten we nieuwe pijlen op onze boog ontwikkelen? Maar daar hoort ook beleid en monitoring bij, waar we andere keren op terug zullen komen. Ja, daar gaan we inderdaad in de volgende 2 webinars gaan we daar verder opnieuw. In feite is er dus gewoon iedereen heeft toch in deze een belang. Ja. Verschillende belangen. Ja. Ja, ja en het leuke of het spannende is dat die belangen ook wel gaan schuiven. Je ziet bijvoorbeeld als je naar waterkwaliteit kijkt, is het niet alleen maar waterkwaliteit in de zin van kaderrichtlijn water of ecologie, maar ook recreatie of drinkwater. En
daar wordt steeds kritischer naar al die verschillende belangen gekeken. We zitten nou eenmaal met veel mensen op een klein oppervlak. En die deelbelangen, ja, botsen zou een lelijk woord zijn. Je moet juist voorkomen dat ze botsen. En laten we in de gezamenlijkheid daar goede oplossingen voor vinden. Met oog voor al die stakeholders. En dat is denk ik de crux van zowel die techniekontwikkeling, maar ook van de beleidsontwikkeling. Dit is niet iets wat je als één stakeholder even neer kan zetten. Het is ook dat is niet centraal te regelen. Ook dit zal altijd lokaal maatwerk blijven. Ja, nou zitten we nu vandaag met iedereen min of meer om de tafel. Dat wil zeggen, u zit voor mij aan de andere kant van het scherm. Maar we zijn er toch wel met z'n allen. Dus laten we deze gelegenheid ook vooral te baat nemen om dat te doen. Als u vragen of opmerkingen hebt, zet dat vooral op de chat. Want dan kunnen we dat hier aan tafel behandelen. Je hebt het eerder tegen mij verteld dat er een gat zit tussen die IBA's en die RWZI's. Die RWZI's die voor gemeenschappen groter dan 2000 mensen eigenlijk ja. is. En dan die IBA's voor minder dan 20 mensen. En daartussenin zit niks. Nee, in Nederland hebben we het goed geregeld voor grote hoeveelheden afvalwater. Dat gaat naar een RWZI. En we hebben het ook geregeld voor een enkelvoudige huishoudens, dat gaat naar een IBA. En daartussen zit niks. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Vlaanderen, waar overal lintbebouwing staat en waar KWZI's, noemt men dat daar, kleine zuiveringsinstallaties, overal zijn. En dat gaat over de schaalgrootte die daar precies tussenin zit. Ja. Daar is het gewoon, wij hebben er niets voor geregeld. En dat is nu dus, dat gaat nu wringen. Ja, ik zie jou knikken, Gert. Ja. En je ziet dus ook dat de mantra's is hoe groter hoe beter als je kijkt naar en die schaal is voor een deel als je kijkt naar grondstoffen terugwinnen op een grootschalige RWZI of microverontreinigingen zoals restante geneesmiddelen eruit halen, is dat schaalvoordeel echt een argument. Maar je moet het water wel op die grote voorzieningen zien te krijgen. En dat is, dan kom je weer op het snijvlak grootschalig. Dat is altijd een economy of scale. Geen discussie over mogelijk. Maar om echt uit alle hoeken en gaten in verschillende consistenties het afvalwater naar die centrale plekken te krijgen, ja, dat is een lang niet altijd overal het uitgangspunt. Nee. Hoe denk jij daarover, Robin? Nou, ik ben het er wel mee eens. Wat ook lastig is dat als ik bijvoorbeeld kijk naar de problematiek van die seizoensarbeidershuisvesting. Dus op een bepaalde locatie wordt die dan gerealiseerd. En dan denk je, voor die plek kijk je dan naar de beste situatie. Maar het kan best zijn dat in de komende tijd dat er aan die weg meerdere van dat soort huisvestingen worden gerealiseerd. En dat het dan wel interessant is, als je dat weet van tevoren, dan kan het interessant zijn om toch wel na te denken over inzameling en transporteren naar de RWZI. Maar het lastige is juist dat je elke keer heb je een situatie die zich voordoet. En dan moet je op dat moment moet je keuzes maken. Ja. En het mooiste zou zijn als je vooraf zou kunnen zien waar het naartoe gaat. Dan kan je misschien wel keuzes maken om het in te zamelen en het naar de RWZI te brengen. Ja. Maar inderdaad, die andere voorzieningen van die tussenliggende, tussen die huis, die normale IBA's in voor een huishouden en die grootschalige systemen. Ja, dat is denk ik wel een grote uitdaging wat je daarvoor kan realiseren. Ja, en Het doel van eigenlijk die drie, de drieluik wat we nu aan het maken zijn, techniek, beleid, monitoring, is om van ad hoc oplossingen af te komen. Er is techniekontwikkeling, er wordt over beleid nagedacht, er wordt gekeken hoe kunnen we monitoren. Maar op veel gevallen zie je toch van, hey, er is zoveel kilometer drukriolering, is er ergens, moet vervangen worden. Ja, leg maar gewoon terug wat er was, want we weten eventjes niet wat er voor andere opties zouden zijn. Ga daar alsjeblieft met die verschillende stakeholders over nadenken. Want er zijn nieuwe uitdagingen, los van kosten en investeringen. Gaat om waterkwaliteit, de bestemming buitengebied. Hoe wordt er omgegaan met seizoensarbeiders in agrarische streken?
maak daar samen met gemeenten, met de verschillende collega's van het waterschappen, ga om tafel zitten en probeer a priori beleid te maken in plaats van ad hoc te reageren. Want dat is altijd te duur en koude kermissen. Ja. Wij gaan nu vandaag echt eerst even in op de technieken die mogelijk zijn. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het bij u nou gaat. Herkent u deze problematiek? We hebben daar ook een peiling voor gemaakt, een poll. En die kunnen we nu laten zien in het scherm. En we zijn dus heel erg benieuwd of u de problematiek herkent. Zegt u, ja, ik heb daar zelf mee te maken. Of zegt u, ja, ik herken het wel, maar niet acuut bij ons. Nee, maar het zou bij ons wel kunnen gaan spelen. Die kans is best groot, reëel. Of nee, en ik verwacht het ook totaal niet dat deze problematiek bij ons gaat spelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij u speelt. En natuurlijk is dat ook een beetje afhankelijk hoe u erover denkt waar u werkt. En wat uw functie misschien is. Maar laten we eens kijken wat daar uitkomt. Wat denk jij, Henny? Wat zal het meeste meespelen? Ik verwacht dat mensen dit nog niet erg op het netvlies hebben. Nee. Nee. Dat het misschien de eerste keer is dat ze erover horen? Nou, dat niet. Zo erg zal het niet zijn. Maar ik denk niet dat veel mensen zich er al van bewust zijn dat het acuut aan de orde is in hun gebied. Ja. We komen een beetje op wat jij zei, Robin. Soms weet je het ook gewoon niet. Ja. Dat het speelt natuurlijk een illegale lozing. Ja, illegaliteit is altijd een beetje onder de radar natuurlijk. Ja, je moet er wel een melding van krijgen. Toch heeft de helft van de deelnemers, de helft van u, heeft er wel degelijk mee te maken. Een kwart, meer dan een kwart, bijna een derde, zegt, nou, het zou bij ons ook wel kunnen gaan spelen. Dus dat komt een beetje in de richting van wat jij denkt, Bert. Ja, dan hebben we een programma met z'n allen opgetuigd wat kennelijk aan de behoeften voldoet. Ja. Dat is prettig om te horen en te zien. Nou, dat moet je goed doen. Ja. We hebben nog een peiling. Wat heeft uw voorkeur als oplossing als er geen riolering is? Er is geen drukriolering, stel je voor. Wat zou dan de voorkeur voor u hebben? Zou dan aanleg van het drukriool toch de voorkeur hebben? We leggen toch een riolering aan. Een goede, betrouwbare, eenvoudige zuivering. Een zuivering die energie en grondstoffen bespaart, maar ook wind. Een zuivering met een hoog rendement die ook microverontreinigingen verwijdert. Of een tijdelijke voorziening, zodat je later nog weer een keuze kunt maken. Wat zou bij u de voorkeur hebben? Henny, wat zou jouw voorkeur hebben? Een goede, eenvoudige zuivering. En dat heeft te maken met haalbaarheid en betaalbaarheid. Ja. Ja, haalbaar, betaalbaar, toch betrouwbaar. En voor jou, Robin? Ja, hetzelfde, denk ik. Ik denk dat de robuustheid van het systeem ook heel belangrijk is. En het onderhoudsaspect daarvan. Maar tegelijkertijd kijk ik ook naar die microfoontreiniging. Dat wordt wel een probleem natuurlijk. Of tenminste, is een uitdaging voor de komende tijd. Ja. Dus het is ook goed dat daar aandacht voor is. Ja. En een tijdelijke voorziening om later een keuze te maken, Bert. Ik bedoel, zolang er nog geen beleid is en zolang er nog te weinig kennis is op dit gebied of te weinig data bekend is, zou je misschien op voorhand zo'n keuze kunnen maken? Ja, ik zou dan zelf, maar dat is ook een beetje de positie van de STOA, toch niet al iets al te tijdelijks neerzetten, maar probeer een innovatieve stap die robuust en misschien toch microverontreinigingen eruit haalt, te plaatsen, die goed te monitoren en op die manier te leren om daarna volgende stappen te kunnen maken. Als je, maak niet iets alleen maar tijdelijks en kijk er niet verder naar om. Nee. Probeer dat in een soort leercurve te zetten. Dat is voor jou ook optie 2 eigenlijk. Nou, dat is bijna iedereen met jullie eens. Meer dan de helft wil een goede, betrouwbare, eenvoudige zuivering. Als iets goed, betrouwbaar en eenvoudig is, wat nog meer denk ik dan ook. Maar goed, wij gaan kijken wat voor mogelijkheden er zijn. We hebben vijf leveranciers met mogelijke oplossingen bereid gevonden om ons daar wat meer over te vertellen. Veel beslissingen nemen we natuurlijk op basis van onze ervaringen.
wat je veel hoort is, IBA's werken niet, dus zet dan alles maar op de riolering, dan zijn we er vanaf. Maar goed, is dat terecht? Kortom, wat kunnen we er allemaal mee? We gaan de ontwikkelingen onder de loep nemen. We beginnen met het verbeteren van compactinstallaties. Membraanbioreactoren zijn compacte systemen. En die zouden best een goede oplossing kunnen zijn, maar ze kennen ook helaas wat nadelen. Ze vergen veel beheer en kennen ook een hoog energieverbruik. Rob Borgerink van Jotum is nauw betrokken bij het project Blue Elephant. En dat is een project om juist die nadelen op te heffen. Nou, Rob, vertel. Ja, dankjewel voor de introductie. Ja, ik wil graag wat vertellen over de membraanbioreactoren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf... Mijn achtergrond zit in de membraanbioreactoren. Ik ben ooit afgestudeerd op MBR, om het even afgekort weer te geven. Daarom wil ik jullie heel veel kort meenemen naar de historie, hoe het ooit begonnen is, met name in Nederland. Dat we in 1999 zijn we begonnen in Beverwijk met pilotonderzoeken. En dat was met name om op grote schaal toe te gaan naar membraanbioreactoren. En met als voordeel een sublieme waterkwaliteit, ruimtebesparend en waterhergebruik. Nou, daar zijn heel veel leveranciers mee bezig geweest. Daar is een fase 2 aan vastgekoppeld. Dat is op demonstratieschaal aantonen dat het werkt. Dus er zijn installaties gestart in Varsseveld, Oortmarsum, Heenvliet en Terneuzen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf aardig wat uurtjes besteed in Oortmarsum, ook om een MBR aan de praat te krijgen. Ik heb aardig wat pilotonderzoek gedaan. En wat je ziet is dat in Nederland eigenlijk de hele tendens op grote schaal, dat daar echt wel wat nadelen zijn gekenmerkt, waardoor eigenlijk de hele ontwikkeling van MBR in Nederland, dus met name echt in Nederland, niet industrieel, maar op huishoudelijk afvalwater, eigenlijk teniet is gedaan. En de grootschalige toepassingen was met name de nadelen zijn de voorbehandeling. Hoe ga je om met piekaanvoer, dus tijdens droogweer en regenwater aanvoeren, naar de hogere onderhoudskosten en investeringskosten. Maar ja, die waterhergebruikvraag die is steeds sterker geworden. Tenminste, als je het toen in 2008 keek, werd het wel benoemd. Maar je ziet nu dat het ook met de verdroging dat het stringenter is geworden. En de wetgeving is er gewoon niet om die mogelijkheden toe te passen. Dus ik wou het even als teaser even meegeven van op grote schaal doen we het eigenlijk niet. En het is er eigenlijk ook niet van gekomen. Integendeel, er zijn zelfs installaties gesloten. Dus dat is misschien wel een zonde naar de toekomst toe te kijken. Dan heeft STOA onderzoek gedaan in 2008 naar MBR op kleine schaal. Dus voor sanitatie bijvoorbeeld ook in het buitengebied. En wat je ziet is dat daar ook eigenlijk hetzelfde naar voren komt. Het is gevoelig, veel elektrische componenten. De technische haalbaarheid en de stabiele bedrijfsvoering is niet aangetoond. Technologische resultaten zijn onvoldoende. Hogere onderhoudskosten, dan komt hij weer terug. Hogere investeringskosten, dus de hogere capex. Nou, daar hebben wij van gedacht, van, dat moet echt anders. We hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ook, we praten nauw met Defensie. Dus we hebben gezegd, van, wij gaan een smart MBR maken. Met eigenlijk waar wij proberen de nadelen van een MBR om te draaien in voordelen. Dus we hebben gezegd van ja, waarom gaan we grootschalig, waarom gaan we niet kleinschalig? Dat geeft andere uitdagingen. Dus we kunnen het onderhoudsarm maken, gebruikersvriendelijk. En 100% is wat ons betreft niet het doel, wel een streven. Dus het is niet de bedoeling dat we ons water 100% zuiveren, maar wel heel veel beter maken dan het nu is. Robuust, waar we net ook over genoemd werd, is dus overdimensioneren. Geen voorbehandeling, zorgen dat die voorbehandeling geen must is. Remote control met een smart besturing, dus een zelflerend systeem. En less is more, nou, dat houdt in dat we zo min mogelijk equipment gebruiken. En duurzaam, dat minimaal energieverbruik, 100% gerecyclebare producten. En 80% zuiver is altijd beter dan niets. En afkoppelen op huishoudniveau of zou je moeten clusteren. Wij zijn van mening dat het clusteren van installaties, of in ieder geval van huishoudens, dat het beter is dan op huishoudniveau te gaan kijken. En je moet het gewoon doen. Dus we hebben dat maar gedaan. We zijn al 2 jaar bezig met Defensie. We hebben een pilot gestart, dat noemen we onze Power Up Your Poop. Dat is een beetje een ludieke naam. Maar daar hebben we eigenlijk samen met Defensie gekeken van hoe kunnen wij zo'n technologie robuust krijgen. En we zijn nu al 2 jaar met hun bezig. We zijn nu op meerdere plekken, hebben we deze uitgetest. En ja, de resultaten zijn eigenlijk best wel heel goed. Enige nadeel is dat de investering nog heel hoog is. Dus we hebben gezegd van we moeten dat verder aanpassen. We willen eigenlijk een installatie bouwen wat op een derde zit van de investering van wat we nu voor Defensie bouwen.
En daar komt hij. Dat is ons nieuwe product. Daar kan ik helaas nog niet meer over zeggen. Maar we hebben een product dat gaat de Blue Elephant heten. Dat is een kleinschalige oplossing. Ook met een beetje een ludieke naam. En daar hoop ik op het eind van het jaar op terug te kunnen komen. Maar dat is juist bedoeld om de cases aan te pakken. Zoals net ook genoemd werd in jullie interview. Dus ik hoop dat we jullie aan het einde van het jaar iets meer daarover zouden kunnen vertellen. Maar dat lost in ieder geval de problemen van een MBR. Op kleinschalige toepassingen zullen we dat oplossen. Dus ik hoop dat ik binnen mijn 5 minuten ben gebleven. Dat was mijn toelichting in het kort. Dankjewel, Rob. We zagen Superman ook nog even voorbij komen. En ja. Naast de blauwe olifant. Dankjewel voor dit moment. Er zijn natuurlijk meer oplossingen. Naast technische oplossingen zoals zo'n MBR hebben we veel ervaring met natuurlijke oplossingen zoals bijvoorbeeld helofytenfilters. En die zijn niet onder alle omstandigheden optimaal, dat weet u ongetwijfeld. Dion van Oorschot van Rietland die ziet verschillende mogelijkheden, waaronder een belucht filter. Dion, kom er maar in als je er bent. Ja, Dion, hoi. En ik zie dat je een beetje bevriest. Zo koud is het ook weer niet buiten. Je moet even je microfoon aanzetten. Ja, ja. Dat was het probleem. Oké, en je kunt even je scherm met ons delen. Intussen zeg ik vast dat we een vraag binnen hebben van Abdelaziz. Danjoui, die zegt, hebben we een bovenlokaal of een landelijk beleid voor nieuw sanitair in het buitengebied als alternatief voor IBA's? Hier is gebrek van centrale regie governance. Terwijl Dion zijn scherm deelt, die is er. Ja, hij was er eventjes, Dion. Ja, is hij weg? Ja, nee, daar is hij. Wij denken na over de vraag die we net gekregen hebben. Die zullen we later beantwoorden. Jij kunt verder met je presentatie. Ja, dankjewel. Ik ga in mijn presentatie even wat vertellen over de recente ontwikkelingen in helofytenfilters. Helofytenfilters worden natuurlijk al tientallen jaren toegepast in Nederland, in het buitengebied. Ik ben op een gegeven moment verhuisd naar België en zoals Henny Bron al aangaf, in België is er veel meer nadruk op KWZI, dus kleinschalige waterzuiveringsinstallaties die dus wat groter zijn dan individuele woningen. Dus daar hebben we in België redelijk wat ervaring mee op kunnen doen. En via onze internationale contacten zijn we ook in contact gekomen met allerlei nieuwe innovaties op het gebied van helofytenfilters. Dus we zijn ook afgestapt van het klassieke verticaal doorstroomde systeem en zijn ons gaan richten op de beluchte helofytenfilters. Dus dat is een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van die filters, dus dat je van onderuit lucht inblaast. En voor de rest wordt er internationaal bij helofytenfilters ook veel gekeken naar, kun je daar een andere vulmaterialen in stoppen dan gewoon zand, wat in Nederland meestal gebeurt. En kun je dan een beter zuiveringsrendement krijgen. En waar we ook nog naar kijken is of je de oppervlakte nog verder kunt beperken door een soort semi-ondergrondsysteem van te maken. En waar ik als laatste nog even naar wil kijken is hoe kun je die voorbehandeling uitschakelen. Goed. Ik begin even met beluchte helofytenfilters. Het principe daarvan is dus dat je een filterbed hebt met planten erop. Maar je gaat dus daar niet alleen maar passief het water oppompen en doorheen laten stromen. Maar je gaat er daarbij van onderuit ook lucht inblazen. En door die luchtinblazing ga je het rendement per vierkante meter een factor 4 tot 6 vergroten tegenover de klassieke helofytenfilters. En dat zorgt ervoor dat je veel minder ruimte nodig hebt voor die systemen. Want het is vaak natuurlijk een knelpunt. Dus je ziet hier rechtsonder ook de PhytoCube. Dat is een systeem wat voor individuele huishoudens bedoeld is. Dat is een prefab, een modulair systeem. En we hebben ook de PhytoAir. Dat is dan het grote, dat is een KWZI-type. En dan komen we straks ook op de PhytoParking.
Maar eerst even de FITO-R. Dus hier is een afbeelding te zien. Je ziet daarboven het substraat. Dat bestaat uit geëxpandeerde kleikorrels. En je ziet daar ook die luchtbelletjes boven komen. Dus dat is die luchtinblazing die dus van onderuit plaatsvindt. Dus daar rechtsonder is een schema te zien. Je hebt onderin het filter zitten luchtleidingen. Daar zit een luchtblowertje op aangesloten. En zo krijg je dus die belletjes in het rietveld. En door die extra zuurstof kunnen de bacteriën die het eigenlijk bezuiverende werk doen, dus veel efficiënter werken dan in een passief helofytenfilter. En omdat we die beluchting ook kunnen sturen, dus we kunnen die aan- en afzetten, kun je dus ook een veel betere stikstofverwijdering krijgen. Dus je krijgt zowel nitrificatie als denitrificatie. En nou ja, hier hebben we dus een voorbeeld van zo'n FITO-R-systeem. Typisch voorbeeld wat ook al genoemd werd. Het is bij een aardbeienkwekerij in Zundert, kwekerij aardbei. Je ziet op de rechterfoto op de achtergrond zie je de huisvesting van de seizoensarbeiders in staakcaravans in dit geval. En hier op de voorgrond het helofytenfilter, een beluchtsysteem. En links zie je ook de tunnelkassen waar de aardbeien gekweekt worden. Dit systeem is gemonitord door Waterschap Brabantse Delta. En daar kwamen dus zeer goede resultaten uit, vergelijkbaar met een RWZI. Dus hetzelfde principe, zo'n bekken gevuld met geëxpandeerde kleikorrels en beluchting van onderuit, dat kun je dus ook op een andere manier gaan toepassen. En dat is een van de innovaties van Rietland. Je kunt, uit onderzoek is gebleken dat die rietplanten die normaal op helofytenfilters staan, bij dit systeem eigenlijk niet meer zo'n grote rol hebben. Dus we hebben gedacht op een gegeven moment, nou ja, dan kun je die rietplanten misschien net zo goed weglaten en daar grastegels op leggen. En dan kun je diezelfde oppervlakte ook gebruiken als parkeerplaats. Dus als er ergens helemaal geen ruimte is voor een helofytenfilter, kun je op deze manier toch nog een systeem bouwen met dezelfde eenvoud, robuustheid en gewoon een hele goede zuivering. Hier zijn een paar voorbeelden te zien van die fitoparking. Rechts bij een internaat in Brecht. Dat is gewoon een school waar alle parkeervakken uitgevoerd zijn als met grastegels. Dus een klein deel daarvan is echt de zuivering en de rest zijn infiltrerende parkeervakken. Dus dat is ook in stedelijk gebied eventueel zo toe te passen. En links is een soortgelijk systeem, daar hebben we zelfs geen gras meer op staan. Dat is een fietsenstalling, dat zou je een fietsenparking kunnen noemen, bij een camping in Ieper in West-Vlaanderen. Dus daar is dat onder een afdak geplaatst. Goed, het laatste systeem waar ik nog iets over wil zeggen, dat is, leunt heel sterk aan bij een Frans concept. In Frankrijk worden al 20 jaar helofytenfilters op een heel andere manier geconstrueerd dan hier. Daar wordt namelijk niet gebruik gemaakt van een septic tank als voorzuivering, maar wordt al het afvalwater gewoon ruw meteen op de filters gepompt. En bovenop het filter gaan de vaste delen gaan dan een soort compostlaag vormen. En die moet dan eens in de 12 jaar verwijderd worden. Dus daarmee vermijd je het gebruik van een septic tank. En dat is zeker voor grote systemen. Als ik kijk naar Frankrijk, dan worden vaak daar systemen van 1000 of 2000 inwoner-equivalent aangelegd. Dus 1000 of 2000 personen. Nou ja, als je daar een septic tank voor moet gaan plaatsen, dan krijg je natuurlijk enorme grote volumes. Plus een septic tank is een anaeroob systeem. Dus wat je daar eigenlijk doet, is dat je water, koolstof die daarin zit, die daar omgezet wordt, die wordt omgezet in methaan. En methaan is een broeikasgas, wat veel ernstiger is dan CO2. Dus als je die anaerobe voorzuivering kunt vermijden, dan vermijd je ook een heleboel broeikasgassen. En dat gebeurt dus in zo'n Frans verticaal doorstroomsysteem. En de innovatie die we daar het afgelopen paar jaar aan hebben gewerkt, is om dat te combineren met die beluchting. Dus we gaan van onder een belucht helofytenfilter bouwen en daarbovenop heb je dus een ruw afvalwaterbehandeling. En dat wordt in Frankrijk dus ook veel toegepast bij campings, omdat dan blijkt, omdat je daar een seizoensbelasting hebt, dus vooral in de zomer
zware belasting van het systeem, dat die compostlaag bovenop, die verteert eigenlijk in de rest van het seizoen volledig. Dus je hoeft daar helemaal geen compost meer af te voeren. Dus dat is wel een heel interessant systeem voor campings. Goed, dat is even een kort overzicht van... Okay. Helemaal goed, nou, daar komen we goed uit. Even een hele korte vraag, alleen maar ja of nee. Ruik je nog rioollucht bij de parkeervakken, vraagt iemand. Nee, totaal niet. Totaal niet, nee. Oké. Okay. Je kunt erop gaan slapen. En trekkers hun hutten en mini-recreatiewoningen in natuurgebieden... met een eigen ontwikkeld zuiveringssysteem, vergelijkbaar dus met die campings ook in Frankrijk... deels beluchting over filterpakket en daarna helofietenfilter... Korte vraag, moeten die gecertificeerd zijn, ja of nee? Een certificering bestaat op dit moment alleen maar tot maximaal 20 IE. Dus voor kleine systemen. Voor de grotere systemen bestaat er helemaal geen certificering. Dus, okay. Dus dat wordt moeilijk. Okay, dankjewel. Helder. Mogelijk is verbetering van de technologie alleen niet voldoende. In Almere is bijvoorbeeld een pilot gaande waarbij verschillende technieken achter elkaar worden geschakeld om uiteindelijk een optimaal resultaat te krijgen. Jonas Pelgrim van Wetlantic, die kan ons meer vertellen over dat PharmaLands concept en het systeem zoals dat in Almere wordt toegepast. Jonas, vertel. Ja, dankjewel. Ik zal ondertussen mijn scherm delen. Mijn naam is Jonas Pelgrim, Wetlantic inderdaad. En vandaag gaat het over PharmaLands, een nieuw concept op het gebied van medicijnrestenzuivering middels schimmelculturen. In Almere wordt een woonwijk gebouwd. Op dit moment zijn zo'n 1000 huizen gebouwd. En afhankelijk van de toekomstige plannen komen daar nog zo'n 14.000 tot 50.000 huizen bij. De eerste 1000 huizen hebben geen rioolwaterzuiveringsinstallatie die communaal afvoeren naar de gemeente of de RWZI van het waterschap. Bewoners moeten het samen of met de buren organiseren. Dat biedt natuurlijk voor bedrijven zoals die van ons en zoals die van Dion kansen om hier decentrale waterzuiveringsinstallaties aan te leggen. Nou, het is bekend dat hoe groter de installatie, hoe beter die werkt. Dus hoe mooi zou het zijn als je collectief iets zou kunnen doen? In het gebied wat wij hier rood hebben omcirkeld, hebben wij een collectieve waterzuivering gemaakt voor dit project. Zo'n 250 huizen, een zorgcentrum, een school en een kantoor worden straks aangesloten op deze zuivering. Waarin wij niet alleen het inzamelen doen, maar ook de transport organiseren en ook de zuivering. Bewoners betalen een rechtstreekse fee aan ons en wij leveren dat de dienst, namelijk het waterzuiveren. Dat water blijft in het gebied. Wij lozen namelijk in de sloot, hier precies midden in het plaatje. En dat wordt dan weer afgevoerd naar, in dit geval, de hoge of de lage vaart in Almere. De zuivering die is modern, die is volledig op afstand te besturen. Daadwerkelijk alles waar een draadje aan zit of iets met elektronica kunnen wij op afstand aan- en uitzetten, uitlezen. En zo ook een van onze online sensoren. We hebben een nitraatsensor ontwikkeld en die gaan we ook online uitlezen. Het is daarmee ook een proeftuin. Het bestaat deels uit bestaande technieken, maar deels ook uit nieuwe technieken. En mede daardoor is het project ook genomineerd door het Waterlab Flevoland. Waterlab Flevoland is een verzamel. Het is een groep van organisatoren, een groep van Waterschap Zuiderzeeland. Het Rijk zit erin, de gemeente zit daarin. Een groep van overheden dus, die een budget vrijmaken om projecten zoals deze te ondersteunen. En dan met name de waterkwaliteitanalyses. Nou, in ons geval, omdat wij het hebben over medicijnrestenzuivering, is dat erg interessant, omdat die onderzoeken vrij prijzig zijn. De zuivering die is op dit moment in aanbouw. De eerste paar huizen lozen er al op, maar de echte ingebruikname verwachten wij in het najaar van dit jaar. Zoals ik zei, het is een combinatie van technieken. We hebben een anaerobe voorzuivering, na natuurlijk alle transport. We hebben een aerobe stap. Maar meer belangrijk, en daar ga ik het nu over hebben, is de medicijnenbehandeling. Hoe doen we dat? We hebben bepaalde bakken ontwikkeld. Die zie je op het plaatje hierachter. Zie je die opengemetselde bakken. Dat zijn de biobedden, zoals we noemen. Wij plaatsen in die biobedden, plaatsen we boven het waterniveau een bed van organisch materiaal. En daar plaatsen wij de geënte witrotschimmelcultuur in. De cultuur hebben wij samen met het bedrijf Micelco hebben wij die ontwikkeld. Die zijn helemaal geënt en geselecteerd als het ware op het zuivere binden van medicijnresten.
Die schimmelculturen die maken enzymen. En juist die enzymen zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen en het binden. Het ontwikkelen van een goede habitat en het binden en omzetten van die medicijn. Dat doen ze over het algemeen in de zwam zelf. De schimmel groeit daardoor. En als die zwam door ons wordt geoogst, kan het worden afgevoerd als chemisch afval. Maar daar zitten dan ook daadwerkelijk die medicijnresten. Nou, het is bekend dat voornamelijk de witrotschimmels erg goed in staat zijn om dit soort afvalstoffen te reinigen. Op het gebied van gewasbestrijdingsmiddelen zijn er al goede resultaten geboekt. In theorie ook op basis van medicijnresten. Maar goed, in de praktijk is daar helemaal in Nederland nog veel te weinig ervaring mee. We zijn dan ook erg blij dat wij volgens mij de eerste partij zijn die dat mogen gaan toepassen. Ook gelukkig op een schaal dat je kan zeggen, nou, dat is niet één huishouden of twee, nee, dat zijn er gewoon straks gewoon een paar honderd. En dan ook nog ondersteund door het Waterlab-project, waardoor er dus ook een professionele partijen meekijken en dan ook die onderzoeken doen. Nou, onderin, wij kunnen ook nog middels bepaalde waterverdeling kunnen we kiezen. Dit biobed krijgt wat meer water, dat biobed krijgt wat minder water. We kunnen ook nog spelen met verschillende bioculturen, verschillende schimmels. Maar vooralsnog starten wij met 9 biobedden geënt met witrotschimmels. Na die zuivering zou je kunnen zeggen dat het klaar is. Dat is het in dit geval niet. Daarna hebben wij een verticaal doorstroomd helofytenfilter die wij speciaal hebben ontwikkeld middels koolstof- en fosfaatbindmiddel om de laatste nutriënten daar nog uit te kunnen halen. Het water wat er daarna uitkomt is dusdanig schoon dat je het probleemloos zou kunnen gebruiken voor irrigatie, wassen, toiletspoeling, verzin het. De infrastructuur in dit project ligt er daadwerkelijk ook al, liggen kilometers met retourleidingen. Echter is de wetgeving nog niet zover dat we dat zomaar mogen doen. Dus daar puzzelen we de komende tijd nog aan om dat verder te ontwikkelen. Zoals gezegd, najaar dit jaar gaan wij volledig van start. Degene die zich geroepen voelt mag zich melden bij ons voor een rondleiding of een verdere presentatie. Bedankt. Dankjewel. Jonas Pelgrim van Wetlantic was dat. Soms dan kan afvalwater beter behandeld worden als het niet verdund of gescheiden wordt, bijvoorbeeld. Het project in Sneek is daar een heel goed voorbeeld van. En een optie voor gastenverblijven in het buitengebied zou ook een oplossing kunnen zijn, zoals in de wijk Rijtdiep in Groningen wordt toegepast. Steef Zwart van Arcades, die is projectleider. Steef, jij kunt ons meer vertellen over dat project in Rijtdiep in Groningen. Ik zal ondertussen mijn scherm proberen te delen. En ik hoop dat dat gelukt is, want mijn beeld valt even weg. Zien jullie het beeldscherm? Want ik ben even mijn beeld kwijt. Wij zien hem wel, ja. Goed zo, nou dan ga ik het gewoon proberen op deze manier te doen. Zonder mijn eigen beeld. In Rijtdiep zijn we betrokken bij de realisatie van een woonwijk. Ongeveer 180 woningen. En inmiddels is de wijk bijna afgebouwd. En hebben we eigenlijk gekozen, of tenminste de gemeente heeft gekozen om te scheiden aan de bron. En dat betekent eigenlijk dat bij de woningen zelf al alle stromen worden gescheiden in verschillende vormen. Dus regenwater, drains, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Drains voor grondwater. Maar het vuil water wordt in Groningen gescheiden in zwart water en grijs water. En daar heb je dan ook verschillende leidingssystemen voor nodig. Even heel gauw een plaatje van de wijk Rijtdiep in Groningen met de woningen. En aan de buitenzone zie je dan ook, waar we het straks nog even verder over gaan hebben, zie je een aantal velden liggen, wat de natuurlijke zuiveringen zijn. Overigens heeft Jonas daar met Wetlantic bij geholpen om die te realiseren. Nou, waar gaan we het dan eigenlijk over hebben? Het scheiden aan de bron. Als je naar het zwarte water kijkt, daar is in dit geval is gekozen om het naar een centraal punt in de wijk te brengen met vacuümriolering. En dat betekent ook dat alle woningen ook zijn voorzien van een vacuümtoilet en dat er per doorspoeling heel weinig water gebruikt.
Dus het komt ook via de pompen komt het heel dik komt het in de buffers van de wijk aan. En uiteindelijk als die buffers een signaal geven dat ze vol raken, dan komt de transporteur om het met as naar een vergister van het waterschap af te voeren. Dus dit systeem wel zodanig neergelegd en is er ook bedacht om in de toekomst in ieder geval ruimte te reserveren voor een lokale vergistingsinstallatie, zodat daar ook lokale energie op gewekt kan worden, wat dan ook weer teruggegeven kan worden aan de wijk. Maar in de eerste instantie is het traject voor afvoer gekozen. Nou, als je dan naar het grijze water kijkt, kan normaal gesproken zouden naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen. In dit geval is gekozen om het lokaal te zuiveren met een natuurlijke zuivering. In deze wijk is niet gekozen om het met riet te doen, maar met wilgen. Wilgen die hebben de eigenschap om nog beter te kunnen verdampen als de bladeren aan zitten dan riet. En het heeft ook wel eens een heel mooi voordeel dat, dat je om en om de wilgen kan oogsten. In dit geval wordt het materiaal dan naar een biomassa-energiecentrale gebracht. Even gauw een paar plaatjes over het zwarte water. Wat ik al net zei, van, er is een pompstation in deze wijk. Natuurlijk een wijk met bijna 180 woningen. Dat is een aardig groot pompstation. Er zit ook een grote buffertank bij van 30 kuub. En er staan twee pompen in. Uiteraard het leidingwerk voor het zwarte water. Nou, dat is de onderste leiding die jullie op het plaatje zien. Is vacuümriolering, dus zit onder vacuümdruk met afsluiters, ook per woning met afsluiters. En de bovenste leiding is het vrijverwalsysteem voor het grijze water. Dus de toiletten zitten op het vacuümsysteem. Gaan we kijken naar het grijze water. Nou, er zit eigenlijk al het andere vuile afvalwater zit erop. Dat wordt via vrij verval wordt het naar een verzamelput gebracht. En met een pomp wordt dat in de eerste instantie in een verticaal filter gebracht. En daarna gewoon onder de normale aantrekkingskracht van de aarde wordt het uiteindelijk ook afgevoerd naar het horizontaal filter. En dan uiteindelijk ook geloosd op de watergangen die rondom de woonwijk zitten. We zijn er ook inmiddels ruim aan het monitoren en de waardes die de dosisnormen die door het waterschap werden gesteld voor dit project, die worden ruimschoots gehaald. Dus het is echt een goed resultaat wat we daar uit de zuivering halen. Leuk verhaal hierin wel is ook dat je ook op dit moment met de groei ook ziet dat de willigen die vooraan in het systeem zitten, dat die harder groeien dan de willigen achteraan in het systeem. Wat ook echt wel blijkt dat die willigen dus echt wel goed de voedingsstoffen opnemen. Ja, werkt het systeem? Ja, het werkt zeker. Het zwarte water systeem werkt heel goed. Het is in principe storingsvrij. En ik zeg ook even in principe, in het begin hebben we wel wat problemen gehad even met wat signalering richting de transporteur. Maar het blijkt dus wel dat als die transporteur gewoon op tijd is dan om de buffer te legen, dan blijft het systeem gewoon draaien. Het water is heel dik wat verzameld wordt. Dus het is echt heel goed geschikt voor het vergissingsproces. En op termijn kan je dus dit systeem heel goed ook uitrusten met een lokale vergister. In het begin is wel gesproken over voedselrestenvermalers die ook in de woningen geplaatst konden worden. Daar is op enig moment van besloten dat het niet toegepast hoefde te worden in de woningen. Maar het is wel een hele goede aanvulling op het hele systeem. Als ik even naar wat aanbevelingen kijk, dan is in ieder geval wel die voedselrestenvermaler. Dat zou zeker ook op systemen in het buitengebied toegepast kunnen worden bij kleinschalige locaties. Het hoeft overigens niet met vacuüm. We zijn ook nu op dit moment bezig met een systeem wat niet direct met vacuüm in de woning zit. Maar betekent wel dat dan het materiaal wat verzameld wordt gewoon een stuk dunner is. En ja, het is gewoon ook uitbreidbaar en niet alleen met een vergissingsinstallatie, maar je kan natuurlijk ook kijken of je op latere termijn andere objecten ook aan gaat sluiten.
Wat wel een heel goed punt is, is in ieder geval het transportmiddel om het materiaal af te voeren. Dat moet natuurlijk qua inhoud moet dat passen bij de buffer en het moet goed bereikbaar zijn. En het is ook wel goed om te kijken naar een dampretourstage, dus dat je een dampretoursysteem hebt om de stank in ieder geval af te kunnen vangen als je het systeem ledigt. Voor het grijswater wil ik in ieder geval vertellen dat, wat ik net ook al zei, dat de billen heel goed groeien en dat het goed de stoffen uit het water haalt. Het meeste water wordt overigens wel verdampt in het systeem. Wij zijn ook met in gesprek om de normen, de lozingsgegevens op Sanimonitor te delen. Dus daar kunnen jullie later een keer naar kijken. En het systeem werkt ook als een hele goede groene buffer richting de provinciale weg. En dat is natuurlijk wel heel aardig om dat ook daarnaar te kijken. Ja, als laatste aanbevelingen, zoek de juiste ruimte voor dit soort systemen en overleg op tijd met waterschap. En wat wel ook een heel goed punt is, wij hebben een retourleiding of hebben toegepast, zodat als eventueel wel blijkt dat de normen niet gehaald worden, dat we het een tweede keer kunnen terugvoeren in het systeem. En daar zou ik het graag bij willen laten voor vandaag. Steve, dankjewel. Even een heel kort antwoord op een vraag van Sietske Riemersma. Hoe zit het met de decibellen van het vacuümtoilet? De decibellen, ik moet zeggen, ze zijn voor mij gelijkwaardig. Ik heb zelf wel wat metingen verricht. Ik weet niet exact alle waardes, hoe dat precies zit. Maar in ieder geval heeft het ook een kortere doorspoeltijd. Ja. Dus dat scheelt wel in ieder geval. Dat scheelt sowieso in geluid natuurlijk. Dankjewel. Sensoring en sturing, daar gaan we het nu over hebben. Ontwikkeling die ook elders natuurlijk gaande is die van meettechnieken, regeltechnieken en de sensoring. En dat kan natuurlijk ook op decentrale systemen worden toegepast. Ton Koekoek van Akanova mag zich daarin best wel een specialist noemen. Hij kan ons vertellen wat de ontwikkelingen zijn en hoe die bijvoorbeeld in Almere worden toegepast. Bij het NICO Clusterzuivering Actief Slipsysteem SBR. Zeg ik het goed? Nou, dat klinkt goed. Goed zo. Mooi dat ik het zelf zou kunnen bedenken. Ik wil het een en ander vertellen over meet- en regeltechniek in IWA's en collectieve zuiveringsinstallaties. Dan ga je eigenlijk van kwantiteit sturen naar kwaliteit sturen. En daar is ook een reden voor. Ja, want als je gaat kijken naar communale zuiveringen die werken met sensortechniek, hebben operators lopen, kunnen daarmee optimaal sturen, een goede controle erop. Ga je kijken naar decentrale zuiveringen of IBA's, die hebben eigenlijk van alles minimaal of helemaal niet. En wij vinden dat dat beter kan. Als je dan dat in je hoofd hebt, dan ga je dus eigenlijk naar een stuursysteem waar wel wat uitdagingen aan de grondslag liggen. Je praat wel over systemen waar geen operator is. Dus het is belangrijk dat het een beheersbaar systeem is en ook onderhoudsvrij. Daarnaast werk je met afvalwater, wat betekent dat je gewoon wel risico hebt op snelle vervuiling. En uiteraard prijs. Je praat over het algemeen systemen die niet al te duur zijn. Dus alle technologie die je erbij zet, mag ook niet heel veel kosten. Maar wil je naar een stuursysteem komen, dan heb je informatie nodig. En daar gebruiken wij sensoren voor. Dan kun je op drie stappen kun je dat zien. Het eerste wat belangrijk is, is weten wat heb ik in mijn installatie. Dat kun je met niveaumeting doen. De bekende IBA-systemen werken over het algemeen met vlotters. Dat zijn alleen maar ja- of nee-zeggers, en voor de rest niet. Wil je het echt weten, dan heb je gewoon een contactloze meting nodig die je op millimeters nauwkeurig kan vaststellen hoeveel water heb je in je systeem, hoeveel water krijg je, hoeveel water raak je kwijt. Dat geeft dan ook de mogelijkheid om meer op dat soort belasting te gaan sturen. Maar het geeft ook inzicht in wat voor storingen er eventueel spelen. Het kan zijn dat er een pomp niet werkt. Het kan zijn dat de afvoer is verstopt. Dat zie je. Je systeem loopt niet leeg. Of er komt helemaal geen aanvoer vanuit de woning. Dus daar kun je al een hele hoop zaken mee voorkomen. Om even een indruk te geven van wat dat betekent.
Je kan in een IBA-systeem op die manier heel goed vaststellen, wordt mijn reactor wel gevuld? Of pomp ik mijn reactor wel leeg? Daarnaast heb je ook een hele goede controle op de beluchting in je reactor. Want je werkt met sensoren die zo gevoelig zijn, dat je het beluchtingspatroon kan zien. Dan heb je een tweede stap. Want niveau is leuk, maar je wil ook weten wat gebeurt er met de waterparameters, zoals een opgelost zuurstof, een redox, pH. Als je dat gaat meten en ook gebruiken, dan kun je een veel betere denitrificatie en nitrificatie op gang brengen. Met als mogelijkheid ook dat je je luchtblower veel effectiever gaat aansturen. Dus niet continu laten draaien, terwijl het helemaal niet nodig hoeft te zijn. En uiteindelijk krijg je daar wel een verbetering met je proces. Je hebt veel meer grip op je processturing. Nou, hoe ziet zoiets eruit? Als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld redox en zuurstof, dan zie je onder andere dit soort patronen in je reactor tijdens processen gebeuren. Nou, daar kun je natuurlijk heel makkelijk op ingrijpen en zaken bijsturen. Dan hebben we gekeken naar niveau. We hebben de chemische waterparameters hebben onder controle. Dat zegt nog niet altijd alles over de kwaliteit van je effluent. Dus dat is een derde stap die wel gaat spelen. Zeker met decentrale zuiveringen wil je graag weten, wat loos ik nu uiteindelijk in de sloot, of wat breng ik uiteindelijk terug in een andere waterketen. Nou, dan wil je gewoon zien, wat is de kwaliteit van mijn effluent. Dat geeft dan ook een indruk van de prestaties van de zuivering. En als je daarmee kan gaan sturen, krijg je dus ook uiteindelijk een beter eindresultaat. Nou, wat hebben wij nu aan ervaringen tot nog toe opgedaan? Als je gaat kijken naar niveaumeting, contactloze niveaumeting, dan hebben wij veel meer grip op het proces. We kunnen problemen veel sneller detecteren. We kunnen zien, is er een verkeerd aanbod of is er een probleem in de afvoer? Loopt mijn luchtblower nog wel? Ga je kijken naar het chemisch, dan zien wij gewoon duidelijk verbeteringen die mogelijk zijn in de afvalwaterzuivering. En daarmee dus ook een beter proces. Ga je kijken naar kwaliteit, dan lopen we nog wel tegen wat issues aan. Er zijn bestaande oplossingen, die zijn over het algemeen veel te duur. Maar ook onderhoudsintensief, vervuilen heel erg snel. Wij zijn met de ontwikkeling van een kwaliteitssensor bezig. Nu op dit moment een proof of concept. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Ik verwacht eigenlijk eind van het jaar daar toch wel een prototype van te hebben. Nou, om nog even wat voorbeelden te laten zien. Dit is een IBA-systeem wat wij onder controle houden met sensortechnologie. We hebben daar contactloze meting en opgelost zuurstof. Daarmee weten we precies wat we krijgen, wat we kwijtraken, maar ook houden we het beluchtingsregime goed onder controle. Ton, kun jij naar een afronding toe werken? Ja. Ook leuk, een IBA-systeem waar pH een groot probleem was. We hebben daar sensortechnologie ingebracht. En in een halve dag tijd zie je de pH omhoog springen van bijna 4 naar 7,5. Daarmee kun je dus met je sensortechnologie en processen heel duidelijk beïnvloeden. Nou, en als laatste nog even wat je kunt zien met een aanbod uit een woning. Vrij extreme situatie, een systeem geschikt voor 600 liter per dag. En slechts in anderhalf uur tijd krijg je maar liefst bijna 400 liter. Nou, dat zijn situaties waar je mee om moet gaan. Nou, wat is onze conclusie? Beter regeltechniek maakt een zuiveringsproces veel beter beheersbaar. Ook beter. Het maakt online volgen veel makkelijker. En je kunt vroegtijdig storingen signaleren. Uiteindelijk krijg je daarmee een betere kwaliteit van zuivering van je afvalwater. En kom je dus ook veel makkelijker naar circulair water toe. Dat was mijn presentatie. Dankjewel.
Even een hele korte vraag van Jan Janssens Baan. Hoe intelligent is het systeem? Is het zelflerend bijvoorbeeld? Kan het verbruikspatronen herkennen, daarop inspelen? Ja, daar gaan we wel steeds meer naartoe. Dat is nog een stukje ontwikkeling. Maar wij kunnen nu al heel goed aangeven van hoeveel aanbod krijgen we per dag. Hoeveel krijgen we dat in een patroon per week? Je kunt dat soort historie kun je helemaal vastleggen. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je presentatie. Dat was Ton Koekoek. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe het u vergaat. Wat vindt u ervan wat wij allemaal gehoord hebben nu? We gaan naar peiling nummer 5. We hebben natuurlijk veel verschillende ontwikkelingen langs zien komen nu. 5 verschillende ontwikkelingen. En welke bieden nou volgens u de meeste perspectieven? Is dat nou die scheiding van stromen, zoals bij Rijtdiep gebeurd is, waar Arcades over vertelde? Of is het een combinatie van verschillende technieken, zoals Wetlantic in Almere heeft gedaan? Of gaat het voor u vooral om een verbetering van bestaande technieken, zoals zo'n belucht helofietenfilter, Rietland, en of een verbeterde MBR, waar Jotum over vertelde? Of ziet u het meeste in toepassing van remote control en sturing, waar Ton zojuist over vertelde? Wat vindt u? Ondertussen hier aan tafel even een rondje, terwijl u thuis aan het stemmen gaat. Zet het even in volgorde van wat u belangrijk vindt. Dus wat vindt u nou, waar ziet u nou het meeste in? En dat even op een schaal van 1 tot 4. Hier aan tafel, nou, Henny, wat sprak jou, welke van de 5 sprak jou het meeste aan? Geen van allen, want ik hoop dat ze allemaal evenveel scoren. Want ik denk dat het een mix moet worden van alles. Ja. Dat gaat ons vooruit helpen. Oké, Bert, ik zie jou echt knikken. Ja. Het balletje moet gaan rollen. We moeten een vliegwiel op gang brengen. Het probleem ligt op tafel als een diversiteit met verschillende contexten. Dus er zullen verschillende oplossingen zijn. Sturing is een prachtig iets wat op meerdere technieken van toepassing kan zijn. Ook die vraag die eerder op tafel kwam, moeten we nou landelijk beleid? Nou, wacht maar eventjes, zou mijn eerste reactie zijn. Laten we dit is prachtig wat er hier op gang komt. Ja, en kan ook weer een aanleiding zijn natuurlijk tot beleid. Ja, op enig moment zal het in beleid moeten condenseren. Maar nu is De prikkel is er om te ontwikkelen, te bedenken, creatief te zijn, techniek te gebruiken, te implementeren, te monitoren. En dat is fantastisch, dat is goed en mooi en moeten we setjes geven waar we kunnen. Robin, had jij nog een voorkeur? Nou, ik denk net als Henny aangaf, ik denk dat het goed is om verschillende technieken ook in sommige situaties. Je moet gewoon kijken van waar, in welke situaties, welke techniek dan het best toepasbaar. Ja. En ik zou het inderdaad ook heel interessant vinden om deze technieken ook te testen en te kijken hoe dat werkt ook in de praktijk. Dus ik hoop dat dit soort systemen ook in ons gebied gaan voorkomen. Ja. En dat we daar onderzoek naar kunnen doen. Ja. Ja. Nou, we kunnen even kijken naar de uitslag. Een combinatie van verschillende technieken. Daar voelt u in ieder geval het meeste voor. Maar goed, een verbetering van bestaande technieken, dat scoort ook hoog. Dat is natuurlijk dat je vanuit datgene wat al bekend is een verbetering kunt toepassen. De toepassing van remote control en sturing, dat is misschien nog even wennen voor de meeste van ons. En scheiding van stromen, dat is zo'n 20% die daar eigenlijk de meeste perspectief in ziet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de deskundigen die wij hebben uitgenodigd daarover denken. En misschien kunnen we ze via de Zoom vast hier virtueel naar binnen laten. Rien de Ridder, hij is waterketenspecialist van ZZL, lid van de programmacommissie Watket Stoa en vooral ook betrokken bij Living Lab Flevoland en ontwikkelingen in Oosterwold. Wie heeft er niet van gehoord? Paul Telkamp, hij is senior adviseur waterketen bij Touw. Hij is betrokken bij ongelooflijk veel studies van het geluid van vacuümtoiletten, kwam net al eventjes voorbij, tot de energieinhoud van afvalwater. Hij is betrokken bij studies van Groningen tot Kerkrade en daartussenin ook nog in Amsterdam, dus bijna heel Nederland. En Aad
Omens, nu namens het waterschap De Dommel, verantwoordelijk voor innovaties in de waterketen. Hij weet hier ook van alles van. En jaren natuurlijk een van de belangrijkste rioleringsspecialisten in Nederland. We mogen jullie dus met recht onze deskundigen noemen. Ik wou maar even een kort rondje maken om met Paul te beginnen. Hoe kijk jij naar de problematiek, Paul? Ja, dank. De problematiek is heel gemêleerd natuurlijk. En ook op de vraag terug te komen die net werd gesteld van welke techniek heeft nu een voorkeur? Ik hoop inderdaad, ik sluit me ook aan wat werd gezegd vanuit Bert onder andere, dat het een combinatie van technieken gaat zijn. Er is niet één oplossing die je hier kunt toepassen. Als er trouwens één oplossing zou zijn, dan hadden we deze hele sessie natuurlijk ook niet hoeven houden. Daar waren we al klaar geweest. Uiteindelijk moet je ook heel goed kijken natuurlijk naar technieken van wat zijn de locatiespecifieke omstandigheden. Ik bedoel, je hebt een heel gemêleerd beeld. Er wordt wel eens gedacht natuurlijk als je in het buitengebied zit, dat ruimtebeslag van technieken geen issue is, omdat je daar voldoende ruimte hebt. Maar niks is minder waar. Elke vierkante meter in Nederland is feitelijk heilig. Omdat als je bij een recreatieterrein zou kijken en je moet daar bijvoorbeeld een helofietenfilter aanleggen of wat dan ook, of wat zou je gaan doen, dan vergt dat toch een x-aantal vierkante meters. En zo'n recreatieterrein gaat toch alweer snel kijken van dat zijn weer minder campingplekken. Dat geldt trouwens minder voor de individuele camping-eigenaren, maar zeer zeker wel voor de grote de landelijke recreatieparkketens, laat ik ze zo noemen. Die kijken echt naar elke vierkante meter en zijn in die zin ook weinig bereid om daarin mee te werken, is mijn ervaring. Ja, Aad Omens, ja? Hoe kijk jij naar deze problematiek? Nou, ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben met de ontwikkeling. Dat is al eerder gezegd, maar dat wil ik nog eens een keer benadrukken, want ik denk dat we daarmee verder komen. Eén observatie op voorgrond ook van, we moeten dit zeker niet zien als een incidenteel probleem wat hier en daar opduikt, maar het is een structureel probleem. Want we gaan dit heel vaak tegenkomen en ook met de vervanging van onze drukrioleringssystemen, die er toch op een gegeven moment aankomt, krijgen we ook die afwegingen weer. En het gaat elke keer over welke flexibiliteit heeft het systeem in omvang. Dus hoeveel water kan het aan of hoeveel lozingen kan het aan en wat is de kwaliteit die we eraan stellen. En de systemen zijn allemaal erg kwetsbaar op een of andere manier. Dus hoe hou je daar het goede evenwicht tussen? En daar zeg ik ook gelijk bij, ik word neergezet als rioleringsexpert, maar ook het rioleringssysteem, zeker het drukrioleringssysteem, is ook heel erg kwetsbaar. Laat het ook heel duidelijk zijn. Ik ben erg blij, als laatste, erg blij ook met de aandacht voor de processturing, want ik merk ook bij onze grote zuiveringen, die processturing is heel erg belangrijk om het goede resultaat te halen. En je kan nog zo'n mooi systeem hebben, maar als je het niet goed aanstuurt, dan krijg je toch een slecht resultaat. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is wat genoemd mag worden. Oké, Rien de Ridder, eens? Je moet even je microfoon aanzetten, Rien. Want zo goed zijn er nog niet. Ik ben het helemaal mee eens. Ik wou zeggen, hoe kan ik die andere twee deskundigen tegenspreken? Dat kan natuurlijk niet. Ik zie wel in de verhalen die ik net hoorde eigenlijk een tweedeling. Aan de ene kant buitengebied, zo begon de discussie ook. En we eindigden ook in woonwijken. Dat zijn wel twee verschillende aanvliegroutes. En ik zou ook pleidooi houden om ook bijvoorbeeld bij het buitengebied misschien iets breder te kijken dan dat individuele gevalletje wat er is. Wat speelt er nog meer in de omgeving en kun je dat benutten om wat grotere systemen te maken. Ervaring in Oosterwold is onder andere wel dat hele kleine systeempjes toch het minder goed doen en de wat meer geclusterde het beter doen. En bij wijken denk ik dat het ook goed is om de afstemming met het waterschap te zoeken. Wat is het waterschap van plan met het afvalwater op de grote zuivering? En helpt dat elkaar dan of is dat een belangenverschil? En dat gesprek is goed om dat aan de voorkant te hebben. Ja, ik wil daar even op inhaken met een vraag die zo straks al binnenkwam van Ton van Hoorn. Die zei, juist omdat je het nu hebt over die kleine waterzuiveringssystemen. Ton van Hoorn zegt, is het niet ongewenst die lokale kleinschalige zuiveringen voor woningbouw lozen op klein oppervlaktewater? Want dat is veel kwetsbaarder, terwijl grote RWZI's juist op groot oppervlaktewater lozen. Wie van jullie wil daarop reageren? Hier aan tafel, via Zoom? Ik wil er wel op reageren.
Ik wou dat een klein beetje nuanceren, dat verhaal, sorry. Want als ik kijk bijvoorbeeld in het gebied waar ik werkzaam ben, het werkgebied van de Dommel, daar hebben we hele grote zuiveringen die lozen op relatief kleine beken. Dus je moet wat voorzichtig zijn met de uitspraak dat alle grote zuiveringen ook op groot oppervlaktewater lozen. Ik denk dat die uitspraak wel genuanceerd mag worden. Oké, dankjewel. Even weer terug naar wat Rien zo net te berde bracht. Van, we moeten eigenlijk breder kijken. We moeten naar grotere systemen. Wat vinden we daarvan met z'n allen? Wie wil erop reageren? Ja, Henny. Ja, ik wil daar wel op reageren. Bij ons in het gebied wordt momenteel ook gekeken naar een tweetal gevallen waarbij een nieuwe wijk gebouwd moet gaan worden tegen de oude stad aan. Dus op de rand van stedelijk gebied en het buitengebied, waarbij de stedelijke afvalwaterketen vol of zelfs overbelast is. Bovendien, en dat is een nieuwe dimensie aan het hele vraagstuk, liggen beide gevallen die wijken op de hoge zandgronden, waar tegenwoordig de discussie gaande is over hebben we wel voldoende water in tijden van droogte en moeten we niet het grondwater aanvullen. En wat wij deden met die grote afvalwaterketens is alle water zo snel mogelijk van de berg af laten rollen via de RWZI naar de grote rivieren en weg naar de Noordzee. Dus die nieuwe dimensie aan dit vraagstuk is, moeten we dat water niet gewoon lokaal houden, de bestaande overbelaste afvalwaterketen ontlasten en dat gezuiverde lokale gezuiverde effluent weer behouden op de hoge zandgronden voor de natuur of om het grondwater aan te vullen of allebei. Dus een extra dimensie aan de discussie en daarmee wordt de noodzaak om naar dit soort systemen te kijken ook anders dan alleen maar de vraag drukriolering, oude afvalwaterketen of lokaal. Aad Omers, ik zie je geamuseerd knikken. Ik ben het 100% eens met mijn collega, want dat is het probleem wat op dit moment heel erg prominent is. Wij zien ook sterke verdrogingen op de hoge zandgronden en we zijn op zoek, driftig op zoek naar hoe kunnen we dat grondwater aanvullen en we willen daar alles voor inzetten om te doen. En kleinschalige systemen zouden daar best een oplossing voor kunnen bieden. Dus in ieder geval een punt van overweging waard. Ja. Ja, dan nog even een vraag daarop aanhakend. Van wat voor systemen? We hebben al geconstateerd dat we eigenlijk de systemen zoveel mogelijk moeten aanpassen op de situatie. Dat lijkt me sowieso wenselijk, want iedere situatie is misschien weer verschillend groot of klein, hoe breed je het ook bekijkt. Wat voor systemen zouden we nou echt niet willen? Waar zouden we nou helemaal bij weg moeten blijven? Wie? Bert, je lacht. Ja, die a priori lastig te beantwoorden. Zuivering staat in een context. En als je bijvoorbeeld wat er net was, vond ik een mooi voorbeeld. Henny of Robin bracht dat naar voren. Helofietenfilters wordt altijd van geroepen. Die doen het niet zo goed in de zomer. In de winter, sorry. Maar als je die aan recreatie of seizoenarbeid knoopt, zou je dat probleem wel eens weg kunnen strepen. Dus heel veel zuivering staat in een context. Stop alsjeblieft met grote, kleine systemen. Grote systemen zijn goed, want dat verschil is onzinnig volgens mij. Kijk naar een context, kijk naar techniek. En techniek alleen niet van de zuivering, maar ook van het transport. Kijk naar de wensen en de eisen van je omgeving. Wat voor kwaliteit wil je leveren? Hoe ziet infrastructuur eruit? En kom dan tot oplossingen. Zuivering past in een context. En wat dat betreft groeien die wilde werelden ook naar elkaar toe. Die waterfabriek Wilp, die zou je prima in een kleinschaliger plek bovenop de zandgronden kunnen zetten en op die manier water terug kunnen laten leveren aan verdroogde omgeving. En dat is iets anders dan RWZI's die 20 jaar geleden bouwden en lozen op de Rijn of op de Waal of wat dan ook. Van beide kanten groeit dat naar elkaar toe. Er zijn niet zozeer goede en slechte oplossingen, er zijn alleen oplossingen die niet passen in hun context bij hun uitdagingen. Ja, hoe kijken jullie als deskundigen, ik kijk even weer naar het drietal hier op het scherm, aan tegen het beheer van kleine systemen? Hoe zou dat dan moeten? Wie zou dat moeten doen?
Als je het hebt over hele kleine systemen, wat we tot nu toe, zeg maar de 6-kuub septic tanks of IBA-systemen, ja, dan moet eigenlijk gewoon de eigenaar dat kunnen. Dus dan moeten het hele simplistische systemen zijn. En naarmate je ze wat groter maakt, dan mag het misschien ook wel wat meer kosten. Maar dan moet je wel nadenken, wie moet dat beheer gaan doen? Dat kun je waarschijnlijk niet aan iedereen zomaar overlaten. Misschien dat dan sensoring een optie is om dat wat makkelijker te maken. Maar daar moet je denk ik wel over nadenken. Anders krijg je een niet werkende systeem omdat het beheer niet goed wordt uitgevoerd. Nee. Paul, ik heb nog een vraag voor jou, denk ik. Kees Roest die vraagt, hoe zit het met het energieverbruik van deze kleinschalige systemen? Kun jij daar wat meer over vertellen? Jawel, ja, dat verschilt natuurlijk per techniek. Een verticaal helofietenfilter heeft een lager energiegebruik bijvoorbeeld als een membraan bioreactor, die ook Rob al had toegelicht. Maar je kunt het niet één op één vergelijken met conventionele zuivering. Het is ook afhankelijk van de kwaliteit water die het gaat opleveren. Dus je ziet natuurlijk al, die discussie kwam ook al even, dat vooral het landengebied je met andere effluent-eisen te maken hebt. Dat zorgt er ook voor, zeg maar, dat kosten soms onevenredig hoger kunnen zijn, zeg maar, in het landelijk gebied, als dat ze op centrale zuivering zouden lozen. Ja. Dus het is niet heel makkelijk om die vraag even heel eenduidig te antwoorden. Nee. Nou ja, om te keren. Zou je die decentrale systemen ook kunnen inzetten voor terugwinnen van energie en grondstoffen? Ja, dat is afhankelijk hoe je gaat uitrusten. Kijk, er werd net al gesproken ook in de presentatie van Steven over vacuümtoiletten. Kijk, vacuümtoiletten, dan kan je heel geconcentreerd toiletwater wat zich weer leent om te gaan vergisten. En ook weer om het water wat eruit komt, stikstof of fosfaat terug te kunnen winnen. Dat zijn ook echt weer hele hoogstaande technische oplossingen natuurlijk. Die ook weer, die zullen er wel voor zorgen dat het niet door een lokaal iemand zomaar bedreven kan worden. Daar moet echt iemand wel op zitten met technische inhoud en kennis van het zuiveren. Ja, ja. Dus, Ik denk dat je daar dan ook wel een bepaalde schaalgrootte nodig hebt. Wil je dat terug kunnen winnen? Dat kan bijna niet op een individueel niveau. Nee, dat zeker niet. Nee. Nee, op dat niveau moet je dat laten voor wat het is. Aad Omens, rioleringsspecialist, zo heb ik je zo net al aangekondigd. Hoe kijk jij als rioleur aan tegen de ontwikkeling zoals in Groningen bijvoorbeeld? Hè? De toiletsystemen, riolen, verwerkingstechnologie allemaal nauw op elkaar afstemmen. Wat voor winst is daar te boeken, denk jij? Ik denk veel winst. We hebben 150 jaar geleden een systeem bedacht om alles via één pijp af te voeren. En dat heeft tot nu toe ons heel veel gebracht. Maar om daar kritisch te kijken naar de uitgangspunten en zeggen van als we dat nou benutten voor het zwarte water en we kunnen het grijze water lokaal weer op een andere manier gebruiken. Ik denk dat dat een enorme stap vooruit is. We moeten niet vasthouden aan een concept. We moeten nadenken wat willen we ermee en wat kunnen we ermee. En wat zijn de eisen die de tijd en de omgeving op dat moment stelt. Dus ik ben het ook heel erg eens met wat... En Bert net zei over de context, die is heel erg belangrijk voor hoe je dingen inricht en hoe je er naar kijkt. En ik denk ook richting Rien, om er even een steekje te geven. We moeten misschien ook eens wat gaan nadenken over andere concepten voor beheer. Want het is nu vaak of de gemeente of een individuele partner of het waterschap. Maar ook daar zijn natuurlijk allerlei andere vormen mogelijk waar we misschien eens een keer een goede discussie over moeten starten. Daar ben ik het zeker mee eens. Ik bedoel, het hoeft niet bij de traditionele beheerders te blijven, wat mij betreft. Ik wist ook wel dat je zo dacht, maar ik denk, ik wil hem toch even uitpakken. Goed, vechten we later verder uit. nog even terug, Aad, naar waar we natuurlijk bij begonnen vanmiddag. Namelijk die recreatie en die tijdelijke huisvesting en dergelijke. Even weer terug naar dat Groningse systeem, hè, dat systeem in Rijtdiep. Zou dat, als we het nou hebben over maatwerk en kijken naar wat is mogelijk, zou het een optie zijn voor zulke... Ja? Voor dat soort... ik denk dat daar zeker mogelijkheden liggen. Alleen... Kijk naar wat je als omgeving kan bieden. Want ik denk dat als je als recreatie hebt, dat de mensen die daar recreëren wat minder betrokken zijn bij wat er met hun afvalwater gebeurt en wat er met de directe omgeving gebeurt. Of in ieder geval op een andere manier. Die komen en die gaan. Dat is een andere situatie als dat je mensen hebt die daar permanent wonen en dus een andere relatie hebben met het systeem wat er ligt. Dus ik denk dat er wel een heel belangrijk aandachtspunt is. Dus het kan. Maar je moet wel kijken naar die context of het ook toepasbaar is. Ja, Robin, hoe denk jij erover? Daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Want ik denk ook de manier waarop je met je afvalwater omgaat en het lozingsgedrag.
ook bij die seizoensarbeiders, dat is natuurlijk ook wel iets wat aandacht vraagt. En is denk ik ook van invloed op hoe die systemen werken. En dus ik denk dat, daar moet je ook goed naar kijken of, of je daar een robuust systeem voor hebt. En ik ben het ook eens met de beheer en onderhoud. En ik denk, ja, dus moet je ook een beetje bekijken afhankelijk van de context. Als je het op wijkniveau in een stad doet, dat is natuurlijk iets anders dan wanneer je een agrariër met opvang van seizoensarbeiders zo'n ingewikkeld systeem laat beheren. Of dat kan je misschien ook weer uitbesteden. Maar dat zou je denk ik per situatie moeten bekijken wat daar het meest geschikt voor is. Ja. Maar ik neig wel een beetje naar voor dat soort kleinschalig systeem om toch wat meer naar die robuuste varianten te gaan. Ja, Henny? Daar ben ik het mee eens. En ik zou ook nog even willen hebben over alle door de mens gemaakte, niet natuurlijke stoffen die wij in ons afvalwater hebben zitten. Daar moeten we ook bewust mee omgaan. Want het gaat dan vaak maar om hele lage concentraties. Maar ook om stofgroepen die niet biologisch afbreekbaar zijn. En afhankelijk van wat we met dat effluent doen, geven we het terug aan de natuur of gaan we het infiltreren in de bodem. Denk na over die stoffen die niet afbreken. Bouwen we dat op in de bodem en wat gebeurt er dan? Daar moeten we zorgvuldig in zijn. En daarmee komen we wel bijna op een ethisch-filosofische discussie natuurlijk. Wie neemt de verantwoordelijkheid waarvoor? Ja. Abdelaziz Danjoui, ik hoop dat ik het goed zeg, vergeef me als ik het niet doe. De kosten van IBA's in het buitengebied te vervangen in de komende jaren, dat kost gemeente veel geld. Wat adviseert u ons qua aanpak, alternatief en stakeholder? Wie wil daarop reageren? Paul, ik zie jou knikken. Ja, dat is een hele lastige vraag die je niet in één keer kunt beantwoorden. Ik ben a priori niet gelijk in favor, zeg maar, zo te zeggen, van IBA-systemen, kleinschalig, omdat die toch vaak hoge onderhoudskosten kennen, gevoelig zijn voor als mensen op vakantie gaan, dat soort zaken. Dus ik pleit ook veel meer voor wat ook al is besproken, noem het de KWCD's, maar die wel de clustering van woningen of deelgebieden, of hoe je het ook wil noemen, waarmee je wat schaalgrootte krijgt. En ik zou in die zin ook gewoon oproepen, kijk je vooral ook waar nu de IBA's liggen en ook waar IBA's aan vervanging toe zijn, en achter dat het ook in hetzelfde hoek of hetzelfde gebied ligt, kijk dan zeer zeker naar clustering. En ga niet zomaar weer de IBA's vervangen voor andere IBA's. Nee. Of wellicht nog erger, zomaar op drukriool gaan aansluiten. Even nog een andere richting, Paul, nu we toch bij jou zijn. Misschien kun jij daar iets over zeggen, over wat Henny net zei, over die niet afbreekbare zaken waar we over na moeten denken. Maar zijn er bijvoorbeeld al goede technieken om medicijnresten bijvoorbeeld te verwijderen? Weet jij dat? Ja, die zijn er zeker. En dat werd natuurlijk wel genoemd, van welke technieken je nou per definitie niet zou moeten toepassen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de membraanbioreactoren, wat Rob ook in het begin aanhaalde. Dat is feitelijk een techniek geweest, zeg maar, die de afgelopen jaren eigenlijk best wel in een soort verdomhoekje stond, zeg maar, binnen de waterschapswereld. Omdat MBR's vrij hoge onderhoudskosten kennen, ook vrij hoge energiekosten kennen. Maar als je nu weer kijkt naar de nieuwe ontwikkelingen, wat betreft medicijnrestverwijdering, dat soort zaken, zie je nu langzaam dat die MBR's weer terug gaan komen. Omdat die daar een hele duidelijke voorkeur hebben, een voordeel hebben, en ook de verwijdering van medicijnresten en hormonen. En dat is niet de enige techniek, hoor. Je kunt ook denken actief kool en dat soort oplossingen daarnaast. Maar je ziet inderdaad wel dat er zijn oplossingen voor, maar ze zijn niet gelijk goedkoop, laat ik het zo zeggen. Maar dat geldt ook voor de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties trouwens. Ja, oké. Ik zie jou knikken, niet goedkoop. Nee, niet goedkoop. En bedenk je daar alsjeblieft bij dat we ook op de grote zuiveringen dat nog allemaal niet helemaal in de vingers hebben en daar nog niet klaar mee zijn. Hè? Dus goed als het kan op een kleine zuivering, maar plaats dat wel een beetje in relatie tot wat we breed binnen Nederland aan het doen zijn en hoe we dat aanpakken. Voor de zuivering hebben we ook gezegd, we doen een hotspot-analyse, daar weet Bert heel veel van. Juist om die dingen aan te pakken die het grootste probleem vormen. En we kunnen ons niet voorloven om alles aan te pakken. Dus wees daar wel een beetje voorzichtig in. Laat ik dat wou ik meegeven eigenlijk. Ja, ik kijk hier even aan tafel. Moeten we voorzichtig zijn? Ja, we moeten goed nadenken over wat we doen. En de gevolgen daarvan. Ja. En op enig moment zullen de kosten om de hoek komen. Hè? Als ze de zuiveringslasten keer 3 doen, hebben we geld genoeg om voor de kleinste zuivering er van alles uit te halen. En dat willen we niet. Althans, voorlopig is dat geen echt punt van discussie. Dus we moeten kijken hoe we zo
tegen zo min mogelijke kosten, gelijkblijvende tarieven, misschien licht stijgende tarieven, zoveel mogelijk waterkwaliteit, goede waterkwaliteit kunnen realiseren. En dat is soms op grotere locaties, soms op kleinere locaties. Maar dat betekent ook dat je zo'n MBR in een cluster van een aantal IBA's misschien een kans krijgt die 10 jaar geleden absoluut niet gehad zou hebben. En zelfs als je binnen de huidige tarieven, als je daar niks aan gaat veranderen, gaat schuiven tussen waterschappen en gemeenten, zou je nog wel eens tot andere oplossingen kunnen komen. Want als je de kosten voor extra riolering kan vermijden en die voor een kleinschalige zuivering in zou kunnen zetten, nou, dan mag de zuivering lokaal best wel ietsje duurder zijn. Ja, een soort vestzak-broekzak gedacht. Ja. Doe het geld bij elkaar. En kijk naar gezamenlijke doelen. En daar horen waterschappen, gemeenten, eigenaar enzovoort bij. En daarmee probeer je technisch en voor de omgeving beste oplossingen te verzinnen. Ja, dus waar je het ene uitspaart, het andere weer investeren. Ik ben voor, maar ik weet ook dat het bestuurlijk nogal een behoorlijke discussie oplevert op dit moment. Maar ik ben voor. Oké, is er iemand op tegen eigenlijk in dit gezelschap? Nee. Oké, nou dan hebben we dat genoteerd. Gaan we daar aan werken. gaat de ontwikkeling eigenlijk snel genoeg, vinden jullie? Ja en nee. De ontwikkeling in het veld doet zich gewoon voor. Met de ene casus na de andere. Maar tegelijkertijd is onze kennis die we hebben van wat de systemen presteren, en ook aan de andere kant de normering van die systemen, dat begint achter te lopen. En die monitoring, daar werken we aan via die SANI-monitor waar Bjortur ons iets in heeft laten zien. Maar normering is er eigenlijk niet. En we zouden een soort middenweg moeten zoeken. Hè, want voor IBA's hebben we wel een zekere normering. In die zin dat die gecertificeerd moeten zijn. En verder hebben ze een laag rendement. En dat weet iedereen. En dat is prima. Want dat is maar een hele kleine lozing. En heel lokaal. En voor zuiveringen hebben we een heel groot systeem van vergunningen, vergunningseisen en frequente monitoring en toetsing. En dat werkt ook, maar dat gedeelte, die schaalgrootte die daartussen zat, waar we het nu over hebben. Waar het al eerder even over hadden. Dus we zouden een soort redelijk systeem moeten vinden voor meer strengere eisen dan aan die IBA's en minder streng dan aan die zuiveringen. En qua monitoring en analyse frequenties zoeken die vaker zijn dan die IBA's en minder vaak dan die zuiveringen. Want het belang daarvan is groter en de hoeveelheid groter. Dus dat gat, dat moeten we gewoon met z'n allen gaan vullen. Ja, dat is al bijna alweer een voorstel tot beleid waar je nu aan raakt. Zoals gezegd, daar komen we later dit jaar ook nog weer op terug. Er komen nog een paar vragen binnen van Emiel Hartman. Aan welke schaalgrootte wordt gedacht als het gaat over geclusterde IBA's of wel CBA's? 10, 20, 50, 100 of nog groter? Wie wil erop antwoorden? Maatwerk. Ja, soms kom je al in de buurt van een antwoord als je samen met de gemeentecollega die de riolering beheert naar een tekening kijkt waar al die drukrioleringsstrengen liggen. En waar de bebouwing zit en waar de aansluiting op de gewone riolering zit. Soms gaat het over 10 aansluitingen en soms over 100. En soms is er een hele logische knip te maken van, nou jongens, daar zouden we die streng af kunnen knippen en een ander systeem lokaal kunnen neerleggen. Ja, Bert, ik zie jou ongelooflijk veel schrijven. Ga je er een boek over schrijven? Nee, dat doe ik altijd om mijn gedachten te ordenen. Waar ik nu naar zit te zoeken is, wat jij noemde, Henny, of aardzijd, geloof ik, doet er niet toe. Frequentie van monitoring en je zou dan bij een groot systeem kunt je permitteren om vaker te monitoren dan bij een klein systeem. Maar ik vind wat dat betreft de ontwikkelingen, sensorisch meten, telemetrie, zou je
zouden je kunnen helpen om dat kader van ik kom één keer per maand met een emmertje langs en neem een monster en daar ga ik mijn vergunning op baseren, zou je los kunnen laten. Hoe dat eruit ziet, geen flauw idee, maar je kunt met sensorisch meten processen prima begeleiden. Gaat er iets goed, gaat er iets fout? Als het goed gaat, dan kom ik één keer per half jaar langs. En als het fout gaat, sta ik morgen op de stoep. En dan krijg je een heel ander idee van omgaan met lozingen, emissies, vergunningen enzovoort. En dat is logisch dat er vroeger niet was. Maar het is ook logisch dat we er nu over na gaan denken om te kijken hoe we dat wel Dat soort zaken kunnen. Worden toch in de veehouderij al heel lang toegepast? Ja, maar dan staat er iemand met zijn neus bovenop die daar erg groot belang bij heeft. En hier heb je verschillende spelers. De eigenaar van een IBA of van een kleinschalige zuivering is misschien niet altijd de grootste betrokkenen bij een goede kwaliteit oppervlaktewater. Nee. Je hebt verschillende spelers. En daar zou het spannend voor zijn om daar een systeem voor te bedenken van hoe kun je recht doen aan al die actoren en al die verschillende wensen. Ik wil eventjes naar de volgende peiling gaan. En die peiling daarna ook even met de deskundigen bespreken. Stel, u zit in een landelijke adviescommissie. U zit aan een van die tafels die tegenwoordig zo populair zijn. Er wordt gevraagd om mee te denken over de casussen die we net hebben gehoord in Hollands Noorderkwartier en Brabantse Delta. In welke mate zou u de volgende aanbevelingen willen doen? En dan even in volgorde van opkomst. U geeft een 1 aan de belangrijkste en een 5 aan de minst belangrijke. Bouw zoveel mogelijk modulair. Of zegt u, stel nu de hoogste eisen aan nieuwe zuivering. Bekijk de hele waterketen en niet alleen de zuivering. Leg initiatiefnemers zoveel mogelijk alle opties voor, zo snel mogelijk. Geef duidelijke effluentnormen aan. Wat zou uw volgorde zijn? Hoe ziet u dat? En we zijn heel benieuwd hoe dat uitpakt. Alvast even een klein voorschotje daarop. Paul, wat zou bij jou de allerbelangrijkste zijn? Ja, die is vrij makkelijk aan mijn kant. Bekijk de hele waterketen. Oh, bekijk de hele waterketen. Oké. Okay. Ja. Aad. Ja, het is vervelend, maar ik ben het wel met Paul eens. Dat komt op een gedeelde eerste plaats ook bouw zoveel mogelijk modulair. Want we hebben tijdelijke situaties die veranderen en zorg dat je in de tijd mee kan veranderen. Dus die twee die strijden bij mij om de eerste plaats. Oké, Rien? We zitten alle drie in hetzelfde vakgebied, hè? Dus dan krijg je dezelfde antwoorden. Ik had ook waterketen en modulair bouwen. Die had ik even snel opgeschreven, want ik denk dat je daar het meeste op moet richten uiteindelijk. Kijk naar de hele keten en maak het zo flexibel modulair mogelijk. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben inmiddels ook gezien hoe u daar thuis over denkt. Ja, ik denk nog altijd dat mensen allemaal maar thuis werken. Misschien is dat helemaal niet meer het geval na dit weekend van openingen en zo. Maar de meeste mensen die zeggen, bekijk inderdaad de hele waterketen en niet alleen de zuivering. En bouw zoveel mogelijk modulair, die blijft dan een beetje achterin. Ja, dat is dan jammer. maar ja, nee, je vat het bij modulair, op. Ja, modulair zie ik ook iets meer van, probeer het zo te maken dat je, zeker bij die IBA-systemen in een buitengebied, dat je niet voor één lozingssituatie iets bedenkt, maar kijk gewoon iets breder in dat gebied en maak dan iets wat voor een groter gebied is. En dan, ja, dat vind ik eigenlijk ook al een vorm van modulair denken. Dan maak je het voor een grote, dan is het robuuster. Dan is het ook niet zo erg dat die seizoenarbeiders op een gegeven moment er niet meer zijn. Want er is genoeg andere stromen of afvalstromen voor zo'n systeem. Dus dat werkt dan heel goed. Ja, ja. Aad, wat vind jij daarvan? Ja, het is zo vervelend om elke keer te zeggen, ik ben het eens, maar eigenlijk moet ik dat wel doen, als ik heel eerlijk ben. Ja, sorry. Maar, je gunt het hem niet, hè? Het mag ook wel oneerlijk zijn, maar Misschien mag ik dan nog zeggen wat ik op de laatste plaats zou zetten. En dat zijn normen, want daar hechten we allemaal met z'n allen zoveel aan, maar die zou ik zelf op de laatste plaats zetten. Oké, okay. Robin, jij ook?
Nou, ik had zelf eigenlijk die laatste twee, die voor mij, maar even vanuit de context van die opvang van seizoensarbeiders en die agrariër die zelf eigenlijk een eigen voorziening zou moeten plaatsen. Ik denk dat daar nog een hele uitdaging ligt, dat je ook meer kennis zou moeten hebben van wat voor systemen zijn en eigenlijk toepasbaar. En hoe robuust zijn ze en hoe goed werken ze. En dat, ook, dat je zich ook bewust is van waar je moet voldoen. Ik denk dat daar ook nog wel heel wat werk te verrichten is aan de voorkant. Om zich om die mensen goed te informeren over wat er allemaal speelt. Ja. Ik denk dat onwetendheid eigenlijk bij die initiatiefnemers ook wel heel erg speelt. En dat ze daar ook misschien niet altijd de optimale oplossingen kiezen. Ja, omdat ze meteen denken aan een septic tank en dat is het. Eigenlijk gewoon de goedkoopste oplossing. Ja. En als er geen problemen zijn, dan is het goed. Maar vaak komen die problemen pas later aan het licht. En dat is een beetje jammer. Ja. Ik zou liever aan de voorkant iets willen doen aan het goed informeren. Ja, nou, daar kan bijvoorbeeld zo'n Saniwijzer een mooie rol in spelen, of niet, Annie? Ja, maar het is heel erg belangrijk dat de initiatiefnemer voldoende informatie krijgt in een vroeg stadium. Je kan van een initiatiefnemer ook niet verwachten dat hij de hele keten in beeld heeft. Je weet niet eens wat een keten is. Dat is zijn vakgebied niet. Maar een initiatiefnemer moet je wel zo vroeg mogelijk mee in gesprek gaan met gemeente en waterschap erbij om samen te verkennen wat dan de beste maatwerkoplossing is. En dan kun je vanuit het perspectief van het waterschap en de gemeente wel iets vertellen over die optimale keten. Maar op zich heeft die initiatiefnemer daar in wezen geen boodschap aan. Dus samen moet je tot een soort optimum komen en daar heb je informatie voor nodig en het liefst zo vroeg mogelijk. Ja. Ja, nou hebben we dus al een aantal technieken gezien, technologische oplossingen en mogelijkheden. Dus ik zou bijna zeggen, wat let je, maak een foldertje en kruis aan wat je... Foldertje is er, dat heet de Saniwijzer. Precies. Ja, en het leuke van Saniwijzer boven een folder is dat we hem continu kunnen aanpassen. En alsjeblieft, beste mensen, als jullie nieuwe technieken hebben... dit staat niet op die Saniwijzer, stuur een mailtje en we zetten het erbij. Dat is nou juist de bedoeling om daar een online compendium van alles wat er kan en wat er lukt in wat voor situaties dan ook goed in rij en gelid te zetten. Ja, nou komt Koos Brouwer, die stelt een vraag via de chat. En vaak is dat zo, dat ondernemers zeggen, er moet eerst maar eens geld verdiend worden, kost dit? Toch? Wat kost het en wat levert het op? Het levert schoon oppervlaktewater, gezondheid, misschien wel grondstoffen terugwinnen op. Er is helemaal geen discussie. Als je kijkt wat sanitatie in zijn algemeenheid opgeleverd heeft voor de Nederlandse samenleving, dat is fantastisch. Sinds de Tweede Wereldoorlog en eigenlijk vanaf 1920, 1930 is het aantal gevallen cholera, tyfus, weet ik wat, de kindersterfte, is alleen maar beter geworden. En dat hebben we voor een belangrijk deel aan riolering, oppervlaktewater, betere oppervlaktewaterkwaliteit, drinkwater hoort daar zeker ook bij, maar sanitatie, alsjeblieft zeg. En we zitten nu in de volgende fase. We hebben ook schoner oppervlaktewater nodig, wat voor recreatie, ecologie en dergelijke bruikbaar zijn. En het kost minder dan je telefoonabonnement. Dus het gaat niet over kosten. Het gaat om over de juiste oplossingen op de juiste plek te vinden. Ja, op zich kan ik dat volgen, hoor. Maar Rien, ik wou het misschien eens aan jou vragen. Hoe maak je mensen... Want eigenlijk, wat Bert zegt, is je moet mensen mede stakeholder maken. Hoe hebben jullie dat bijvoorbeeld in Oosterwold gedaan of Living Lab Flevoland? Hoe verleg je daar dan ook de verantwoordelijkheid? Ja, dat is wel een iets andere verhaal in Oosterwold. Je bent heel zachtjes. Oh, sorry. In Oosterwold ligt in principe de verantwoordelijkheid bij elke initiatiefnemer individueel. Ja. En dan kost het ook wel heel veel moeite om clustering voor elkaar te krijgen. Om mensen, lossen het dan toch graag zelf op. En liever niet met de buren, want die kunnen wel eens de boel verstoren, zeg maar. Dus dat is best wel een lastig gesprek. Dus maar dan moeten we bijna ook anders gaan opereren. Dan moeten we meer dat gesprek gaan organiseren. Ja, keukentafelgesprekken noem ik het dan maar even. Of in ieder geval dat soort gesprekken moet je maken om mensen zover met elkaar te krijgen van... Hey, maar dit systeem is... geclusterder, daardoor is het misschien zelfs per persoon wel goedkoper dan individueel. En op die manier kun je denk ik wel stappen zetten om dingen dan geclusterd te organiseren. Ja,
En ook die wat Bert zei, bedoel, volgens mij moet je ook het gesprek aangaan in een buitengebied dat er een watersysteem is. En dat wordt vervuild. En dat watersysteem wil je niet vervuilen. Dus het gaat dan niet om die individuele lozing, maar het gaat om de optelsom van alle individuele lozingen in dat gebied. Ja, en daar hoort ook solidariteit bij. Hè? Want je hoeft er niet aan te wonen om erin te kunnen zwemmen. Als je kijkt naar bij rioleringsheffing. Iedereen in een gemeente betaalt dezelfde heffing. Of je nou in het centrum, of je naast de zuivering woont of daar 10 kilometer vanaf. Dus enige mate van solidariteit, alsjeblieft, laten we die erin zetten. Het zijn gedeelde kosten. Je kunt niet zeggen, jij loost op slootje X. Dus jij bent verantwoordelijk voor kwaliteit van het water in slootje X. Hetzelfde geldt voor de zuivering. We hebben een omslag, of een kostenomslag die per VE gaat. En meer dan 3 VE betaal je niet. Dus solidariteit en gezamenlijkheid. Maar uiteindelijk moet je ook hier voor zo laag mogelijke kosten, zo goed mogelijke oplossingen. Maar die goede oplossingen, die staan vooraan. Oké. Okay. Emiel Hartman, het is geen vraag van hem, maar hij zegt, ja, je kan de bal nooit helemaal bij een particuliere initiatiefnemer leggen. Want we hebben natuurlijk als overheden een wettelijke zorgplicht. En we moeten dus zelf eindverantwoordelijkheid nemen. En dan is er nog 1 vraag voor Aad. En u merkt, ik ga er een beetje tempo in brengen, want we zijn bijna aan het einde van het programma. Is bij de Dommel bekend wat de kwaliteit van effluent van IBA's is bij de afstroming van landbouwgronden waarop mede-afstroming plaatsvindt, Aad? Dat zijn 2 vragen eigenlijk. Hè? Maar de eerste vraag is bekend wat er hoe het effluent van de IBA's is. Daar doen we regelmatig onderzoek naar en ik zal er niet op ingaan, maar ik word er niet erg blij van, laat ik dat zeggen. Oké. Okay. Dat betekent dat er nog een hoop te verbeteren valt. Ja, dank je wel. Helder. Dan nog een vraag voor Bert. Combineert STOA de kennis met RioNet en gemeentelijk waternetwerk van VNG? Vraagt Jan Janssens Baan. Met betrekking tot potentiële vervanging van bestaande systemen. Bestaande drukrioolsystemen en IBA's in buitengebieden dateren van de jaren 80 van de vorige eeuw. Ja, dat hoop ik. Benchmark van RioNet kan inzicht geven van op termijn te vervangen systemen in het buitengebied. Zo kunnen er gezamenlijk integrale oplossingen voor de toekomst gevonden worden. En sturing en advies aan gemeentemedewerkers bereikt worden. En acceptatie bij de waterschappen. Als ik het nog niet hard genoeg gezegd heb, nog een keer deze dag is door STOA georganiseerd, maar de SANI-wijzer, de SANI-monitor zijn samen met RioNet opgetuigd. Het onderzoek wat we aan het doen zijn in het buitengebied, onder andere bij ons Noorderkwartier, Vallei en Veluwe, voor nieuwe oplossingen en beleidscriteria, doen we samen met RioNet. Dit is snijvlak waterschap gemeente en we trekken hier zeer nauw samen met RioNet op. Niet alles doen we samen, soms doet RioNet iets apart, soms doet STOA iets apart, maar dit is een gezamenlijke actie. Staat genoteerd voor de volgende 2 webinars die er nog gaan komen. Henny, korte vraag aan jou. Heb je er iets aan gehad vanmiddag? Ja, want ik was erg blij verrast met de hoeveelheid belangstelling en bewustwording over dat deze ontwikkeling gaande is en de noodzaak om verder te gaan in deze ontwikkeling. Ik had verwacht dat minder zou zijn. En uit die enquête bleek dat het vrij hoog is. Dus dat blijf verrast. Ja, Robin? Ja, ook eigenlijk wel. Ik denk dat het ook goed bezocht is, als ik het zo hoorde van Jarte. Dus dat is ook een goed teken. En ik denk dat niet alleen bij ons, maar dat het gewoon landelijk gewoon steeds meer speelt en steeds meer aandacht krijgt. En ik vond het vandaag erg interessant. Ik heb een hoop technieken en systemen gehoord en ik vond de discussie ook waardevol. Dat helpt dus ook wel voor ons in ieder geval om straks ook het beleid verder de vorm te geven samen met alle stakeholders. Ja. Oké, okay, nou dat is heel goed om te horen. Mag ik de deskundigen heel erg hartelijk bedanken voor hun deskundige adviezen en retrospectieven op dit hele verhaal. Rest mij eigenlijk, Bert, om met jou heel kort even te bespreken wat we met de volgende 2 webinars gaan doen. Ja, zoals gezegd, het is een haasje over tussen techniekontwikkeling, beleidsontwikkeling, monitoring en die. Het een moet hand in hand gaan met het andere. Vandaar dat we in het vat hebben zitten een webinar
vergelijkbaar met deze over beleid en beslisscriteria en eentje over monitoring. Schatting is dat die ergens dit najaar een beleid beslisscriteria webinar zal komen. Dus een beetje kijken of het wanneer precies, maar hou de STOA agenda in de gaten en je blijft op de hoogte. Ja, deelnemers nu krijgen actief misschien een uitnodiging? Ja, de mensen die zich nu aangemeld hebben, die zullen we bij deze afgesproken, die krijgen een uitnodiging. Maar voor iedereen geldt en ook voor andere zaken, hou de STOA agenda in de gaten. Want dan zul je zo snel mogelijk de reservering in je agenda kunnen plaatsen. Ja, hartstikke goed. Dankjewel Bert, dankjewel Henny, dankjewel Robin ook voor jullie aanwezigheid hier. En nou, zoals gezegd, in het najaar gaan we verder met beleid en besliscriteria en met monitoring, kortom het delen van kennis en data op dit gebied. Ik dank u heel hartelijk voor het kijken en vooral ook voor het meekijken en meedenken, het stellen van vragen via de chat. Mocht u nou nog prangende vragen hebben, dan is het ongetwijfeld mogelijk om via STOA nog een vraag te stellen en daar nog weer een antwoord op te krijgen. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel veel succes met wat voor projecten u ook bezig bent op het gebied van water of anderszins. En heel graag tot na de zomer. Tot ziens.